Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow To Go. Een 82-jarige man uit Oosterbeek heeft naar schatting 150 kinderen. Een gepensioneerde huisarts runde in de jaren 70 en 80 een eigen vruchtbaarheidskliniek, waarvoor de Oosterbeker de anonieme zaaddonor was. Paul Bolwerk hebben we aan de telefoon, verslaggever van de Gelderlander. Ja, wat een bizar verhaal. Wat weet je over deze arts? Goedemorgen. Deze arts die was tot zijn pensioen kinderarts in Zuid-Afrika. En na zijn pensioen besloot hij zich te vestigen in Oosterbeek. En dan begon hij als huisarts. En niet veel later begon hij een vruchtbaarheidskliniek. Dat klinkt als een soort van, nou dat doe je dan even. Maar kan je even iets meer vertellen over hoe hij dan te werk ging? Nou ja, hij had medeleven of medelijden met kinderloze stellen. In de jaren 70 was het nog goed gebruikt als een stel ging trouwen, dat er toch al vrij snel kinderen kwamen. Bij stellen die geen kinderen konden krijgen, was er vaak een grote behoefte om toch wel kinderen te krijgen. Nou, dan heb je een paar opties. Eén is adoptie, ander is om gebruik te maken of in te stemmen met kunstmatige inseminatie met donorenzaad, dus zaad van sperma-donoren. Nou, en die vruchtbaarheidsarts of die kinderarts, die dacht van, ik wil die mensen helpen. Nou, op het moment dat hij dat kenbaar maakte en zijn kliniek begon, kreeg hij al heel via gynaecologen en huisartsen vanuit heel Nederland, maar met name uit Gelderland, Brabant en Limburg, kreeg hij zogenoemde wensouders. Dus mensen die graag een kind willen hebben. Nou, op dat moment moest hij dus ook naast op zoek naar zaaddonoren. Nou, en toen dacht hij, ja, nood breekt wet. Hij begon maar met werven van donors in zijn directe omgeving, dus binnen zijn huisartsenpraktijk. De goede man was ook keuringsarts en hij zag heel veel sporters voorbij komen. Maar ook, hij was bijvoorbeeld keuringsarts van een duikvereniging. En toen dacht hij, nou weet je wat, de duikers die jaarlijks voorbij komen om gekeurd te worden, die ga ik ook vragen om zaaddonor te worden. Dus het was een hele praktijk die hij had opgezet. Hij werfde zelf dan die zaaddonoren. De arts zelf is inmiddels overleden. Maar hoe was het nou mogelijk dat hij in die tijd dat zomaar kon doen? Ja, nou, hij had zoiets van, dit moet allemaal volledig discreet gebeuren. Dus zodra er wetouders bij hem kwamen, drukte hij ze op het hart van, denk eraan, praat met niemand over, je mag ook niet weten wie de zaaddonor is. Alles gebeurde op basis van anonimiteit. Ja. En tegen de zaaddonor zei hij ook van, je moet erover tegenover je omgeving je mond houden. En met als gevolg dat die kliniek heeft zo'n 15 jaar in Oosterbeek gezeten. En zelfs in het dorp wisten de mensen niet wat daar gaande was. Ze zagen wel heel vaak spelletjes daar naartoe gaan. En mensen die ook achterom de praktijk inliepen. Ja, er werden wel nodige geruchten gingen erover ronden. Maar over wat er nou exact plaatsvond. Toch een vrij dubieuze zaak, want natuurlijk het is nobel van die arts dat hij dat wilde doen. Maar tegelijkertijd heeft hij een van de donoren, die heeft 150 kinderen op de wereld gezet. Dat is veel, dat is ethisch volgens mij ook niet echt verantwoord. Nu hebben de nakomelingen hebben zelfs een Facebookpagina opgezet om ook in contact te komen met die donoren. Jij hebt een aantal donoren gesproken, staan die daarvoor open? Ja, de donoren die ik gesproken heb, die staan er voor open. Bijvoorbeeld die donoren die minstens 150 nakomelingen zou hebben. Ja, die heeft gezegd van nou, wie me wil zoeken, die mag me ook die mag met mij in contact treden. En hij heeft zich ook ingeschreven bij Fion. En Fion in Den Bosch, en dat zeg maar een bureau gespecialiseerd in afstammingsvraagstukken. Nou, en dat geldt ook voor de andere donoren. En een van die donoren, dat is een duiker uit Arnhem. En een oudste duiker uit Arnhem. En die heeft inmiddels al met minstens 6 donorkinderen contact. En afgelopen zondag had hij voor het eerst contact met wat hij noemt zijn nieuwste dochter. Nou, dus dit gaat nog wel even voortduren om de kinderen in contact te brengen met hun donoren. Nou, Paul, dank je wel.
Het kabinet wil de jihadvrouwen en hun kinderen echt niet terug en probeert dat vandaag in hoger beroep bij het Haagse gerechtshof te voorkomen. Familieleden en advocaten doen er intussen alles aan om de IS'ers en hun kroost een gezicht te geven. Ja, Cyril Rosman, jij bent in de verhalen van deze vrouwen gedoken. Ja, wat zijn dit voor verhalen? Moeten we ze zien als potentiële terroristen? Het zijn natuurlijk allemaal vrouwen die op een gegeven moment de keuze hebben gemaakt om naar Syrië te gaan en zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Dus ze zijn in staat om radicale keuzes te maken. Aan de andere kant zijn het ook allemaal individuen. Sommigen zitten daar zijn al lang weg bij IS, zitten al 2 jaar in kampen met hun kinderen. Anderen zijn pas tot het laatst bij IS gebleven en zitten daar pas een paar maanden. Dus ja, sommige vrouwen hebben duidelijk afstand genomen van het gedachtegoed van IS. Anderen, denken wij, hebben dat gedachtegoed echt nog wel. Dus ja, het zijn hele verschillende vrouwen. Ze zijn misschien niet allemaal gevaarlijk, maar je moet er wel heel goed mee opletten. Dus we moeten ons toch wel enigszins zorgen maken. We hebben contact met Nikki Sterkenburg, extremisme-expert. Goedemorgen. Goedemorgen, Nikki. Ja, het is ook nog vroeg. Is het terecht dat het kabinet zich zorgen maakt over een deel van deze vrouwen? Een deel van deze vrouwen vormt zeker een veiligheidsrisico. Daar heeft het kabinet wel gelijk in. Aan de andere kant, andere landen zijn ook al begonnen in ieder geval met het terughalen van de kinderen. En de eerste uitspraak die er was van de rechter ging met name over het terughalen van de kinderen. Waarbij de rechter wel zei van als de Koerden niet willen, niet alleen de kinderen mee willen geven, maar ze alleen mee willen geven als hun moeders ook mee mogen. Dan moeten we de moeders ook terugnemen. Oké, dat klinkt alsof dat ze het complete plaatje willen hebben eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat mensen zich daar wel zorgen over maken. En ook over die kinderen, want zijn die dan niet geïndoctrineerd? Nou, het leeuwendeel, bijna alle kinderen zijn jonger dan 6 jaar oud. Dus die hebben op geen enkele wijze training gekregen. Kinderen vanaf 9 jaar eventueel wel. Tegelijkertijd is het wel zo dat bijvoorbeeld Mia Bloem, dat is een beetje zo wereldwijd de deskundige op dit onderwerp, die zegt, ik geloof niet dat die kinderen terug worden gestuurd met een of andere opdracht om een aanslag te plegen. En bovendien, we hebben ook gezien dat kinderen, ze zijn op te leiden inderdaad tot terrorist, maar ze zijn ook weer heel makkelijk de andere kant op te buigen. Ik denk met name dat het trauma van alles wat ze daar meemaken in die kampen, dat een veel groter probleem gaat worden dan of ze eventueel zijn geradicaliseerd. Ja, en wat denk je dat de uitkomst gaat worden van deze zaak? Ik weet het niet. Het verbaast me sowieso al wel dat de staat in beroep gaat. Want het enige wat de kortgedingrechter heeft gezegd is dat de staat een inspanningsverplichting heeft. Maar tegelijkertijd zat er ook een enorme achterdeur in die uitspraak. Omdat de kortgedingrechter ook zei, als de staat bepaalt dat het te gevaarlijk is om die kinderen op te halen, dan hoeft het niet. En dat is aan de staat zelf om dat te bepalen. Dus daardoor gaf dat vonnis eigenlijk al een enorme mogelijkheid tot dan, we gaan gewoon nog steeds niks doen. Want het gebied is gewoon te gevaarlijk. Dus het verbaasde me wel dat de staat überhaupt in beroep ging. Tegelijkertijd denk ik wel dat het ook in het hoger beroep op hetzelfde uit zou komen. Dat de staat toch echt een inspanningsverplichting heeft en gewoon moet zorgen voor deze kinderen, omdat het ook onderdanen in het buitenland zijn. Ja, Nikki, dankjewel. Cyril, wat vind jij van wat Nikki zegt? Ik denk dat ze gelijk heeft. Ja, de staat heeft dus een inspanningsverplichting, dat zegt zij. Hoe gaat de staat dit dan aanpakken? Dat is een hele goede vraag, want het is natuurlijk eigenlijk vooral een politieke beslissing. Alle experts zeggen van, je kan eigenlijk beter deze vrouwen nu gewoon terughalen. De kinderen zeker, de vrouwen ook. Dan heb je in ieder geval zicht op ze. Dan weet je waar ze zijn. Dan ga je ze hier berechten en geef je ze gevangenisstraf en kan je ze daarna begeleiden. Als je ze daar laat zitten, dan weet je niet wat er met ze gebeurt. En zoals op een manier op een moment toch wel waarschijnlijk terugkomen in Nederland. En dat is misschien een groter risico. En dat zou betekenen dat de vrouwen worden berecht, de kinderen komen dan in opvangcentra of bij pleeggezinnen terecht. Of bij familie inderdaad. Je zei al, het zijn verschillende verhalen van deze vrouwen. Wat hebben ze wel met elkaar gemeen? Onderzoekers hebben heel goed ook naar allerlei verschillende dossiers gekeken. En als je daarin ziet, dan het zijn niet zeg maar de teruggeslagen carrièrevrouwen die naar Syrië zijn gegaan. Het zijn vaak de wat laag opgeleide vrouwen uit lage sociaal-economische klasses. Uit gebroken gezinnen waar vaak veel problemen waren, misbruik of drank. Ze hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt om daarheen te gaan. Soms achter een man aan, soms uit eigen beweging op zoek naar een man. Ja, een van die vrouwen is Hafida H.
Zij is vrouw van de beruchte jihad. Thijs B. Ja. Zie jij haar dan als een kwetsbare vrouw? Want hoe is zij in dat IS-gebied terechtgekomen? Zij is in 2013 daar al heen gegaan. Toen er eigenlijk nog helemaal geen kalifaat was. En IS nog in opkomst was. Haar man was daar al heen gegaan. Zij is hem achterna gereisd. Was toen zwanger. En is op die manier bij IS beland. Ze zegt zelf dat ze dat wilde omdat ze haar man terug wilde halen. Dat is niet gelukt. Ze hebben daar 3 kinderen gekregen. En jaren later is ze alsnog uit het gebied vertrokken. Terwijl haar man daar nog aan het vechten was. Zij zit nu 2 jaar in een vluchtelingenkamp. Of in een detentiekamp met haar kinderen. En haar man is inmiddels overleden. En daarom wil zij dus terug. Zij wil terug naar Nederland. En zij heeft ook meerdere keren op tv aan journalisten verteld dat ze niet meer achter het gedachtegoed van IS staat. Dat ze er spijt van heeft dat er vreselijke dingen zijn gebeurd. Dus dat zegt zij in de media. Nu hebben we ook nog een ander voorbeeld. Dat is namelijk de in Wageningen geboren Ojone. Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet zeggen. Dat is de ex-vrouw van een Deense terrorist. Ja. Maar zij geeft aan in de media. Ik weet niet afstand doe van deze IS-gedachte. Nee, dat weten we niet goed. Want waar andere vrouwen dat dus echt duidelijk verklaren tegenover journalisten, wil ze helemaal niet met journalisten praten die daar wel zijn geweest in dat kamp. Geeft ze daarmee de suggestie dat ze dus eigenlijk niet wil aanpassen, zullen we maar zeggen? Dat zou kunnen. Het kan best zijn dat zij nog heel radicaal is naar gedachtegoed. En als je kijkt naar haar achtergrond, ze is getrouwd geweest met meerdere mannen in dat gebied. Waarvan één inderdaad een behoorlijk beruchte Deense terrorist was. Die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor een aantal aanslagen buiten Syrië. Die door Amerika wordt gezien als een soort van de planner van buitenlandse aanslagen namens IS. Dus dat is echt wel een grote naam. Nou, als je daarmee getrouwd bent geweest en samen hebt gewoond, is ook de vraag, als je straks al terugkomt, kan je dan volhouden, zoals veel vrouwen doen, van waar alleen maar huisvrouw. We hebben niks gezien, we wisten van niks. Ja. Want in hoeverre kloppen inderdaad al die verhalen? Of zeggen ze dat omdat ze graag terug willen? Ja, nou, dat laatste zeker, denk ik. En of die vraag, of het klopt, het is lastig. Weet je, ze waren inderdaad waarschijnlijk wel huisvrouw. Zo werkte dat bij IS. Maar het is, lijkt mij, lastig vol te houden dat je van niks wist als je daar jarenlang hebt gewoond. Snap je dat Nederland zich hier zorgen om maakt? Ja, die zorgen zijn ook wel terecht. Er staan ook voor alle kinderen en de vrouwen zijn allerlei plannen klaar voor als ze terugkomen. De vrouwen worden ook direct aangehouden op Schiphol en vastgezet en berecht. Maar nogmaals, ik denk dat het veiligheidsrisico groter is als je niks doet en ze daar laat en er geen controle op hebt. Ja, nou ja, we moeten uiteindelijk afwachten wat er besloten gaat worden. Want de staat is natuurlijk in beroep gegaan tegen de beslissing de 56 kinderen van deze vrouwen terug te halen. Die zaak wordt vandaag behandeld. Stel, er wordt uiteindelijk besloten dat ze dus terugkomen. Denk je niet dat de staat er alles aan zal doen om dit proces zo traag mogelijk te laten verlopen? Ja, ze zullen niet gelijk, denk ik, een charter die kant op sturen om vrouwen en kinderen op te halen. Want het is inderdaad vooral de politiek die dat gewoon niet wil dat zij komen. Dus die zullen zo lang blijven traineren en zullen blijven wijzen op het gevaar wat in het gebied is om ze op te gaan halen. Ja. Dus dit gaat nog wel een tijdje duren. Nou, we gaan het afwachten vandaag. Cyril, dank je wel. Zondag gaan duizenden studenten een tikkie sturen naar premier Mark Rutte. Ze zijn het namelijk niet eens met de enorme studieschuld die ze hebben opgebouwd door het leenstelsel. Jori Hogewoning, initiatiefnemer en student in Tilburg. Om hoeveel tikkies gaat het? Goedemorgen. Ja, het gaat om heel veel tikkies. Ik verwacht, de vorige keer, 10 november, ook actie gevoerd. En toen waren het denk ik zeker meer dan 2000. Dus ik verwacht dat het dit keer ook zo zou zijn. Want jullie hebben dus even het telefoonnummer van Mark Rutte weten te krijgen. En nu gaan jullie massaal hem helemaal bestoken met al die tikkies. Helaas hebben we niet zijn nummer, maar we sturen ze wel naar de politieke partijen. Die hebben ingestemd met het leenstelsel, zodat we aan hun een duidelijk signaal kunnen afgeven. Ja, het begon natuurlijk als een ludieke actie, als een grap. Maar verwacht je een positieve verandering? Jawel hoor, want er zijn nu al de meerderheid in de Kamer is nu ook al tegen het leenstelsel. Dus er gaat zeker wat veranderen. Ja, nou, ik wens jou heel veel succes en ook alle anderen. En op naar al die tikkies. Ja, dankjewel. En dan nog het weer. Het blijft vandaag droog met wat bewolking en af en toe wat zon. Er waait een matige zuidoosterwind en het wordt ongeveer 9 graden. Ook heerlijk voor Willem de Weerhaan. We zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go.
Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow To Go. Een 82-jarige man uit Oosterbeek heeft naar schatting 150 kinderen. Een gepensioneerde huisarts runde in de jaren 70 en 80 een eigen vruchtbaarheidskliniek, waarvoor de Oosterbeker de anonieme zaaddonor was. Paul Bolwerk hebben we aan de telefoon, verslaggever van de Gelderlander. Ja, wat een bizar verhaal. Wat weet je over deze arts? Goedemorgen. Deze arts die was tot zijn pensioen kinderarts in Zuid-Afrika. En na zijn pensioen besloot hij zich te vestigen in Oosterbeek. En dan begon hij als huisarts. En niet veel later begon hij een vruchtbaarheidskliniek. Dat klinkt als een soort van, nou dat doe je dan even. Maar kan je even iets meer vertellen over hoe hij dan te werk ging? Nou ja, hij had medeleven of medelijden met kinderloze stellen. In de jaren 70 was het nog goed gebruikt als een stel ging trouwen, dat er toch al vrij snel kinderen kwamen. Bij stellen die geen kinderen konden krijgen, was er vaak een grote behoefte om toch wel kinderen te krijgen. Nou, dan heb je een paar opties. Eén is adoptie, ander is om gebruik te maken of in te stemmen met kunstmatige inseminatie met donorenzaad. Dus zaad van sperma-donoren. Nou, en die vruchtbaarheidsarts, of die kinderarts, die dacht van, ik wil die mensen helpen. Nou, op het moment dat hij dat kenbaar maakte en zijn kliniek begon, kreeg hij al heel via gynaecologen en huisartsen vanuit heel Nederland, maar met name uit Gelderland, Brabant en Limburg, kreeg hij zogenoemde wensouders. Dus mensen die graag een kind willen hebben. Nou, op dat moment moest hij dus ook naast op zoek naar zaaddonoren. Nou, toen dacht hij, nood breekt wet. Hij begon maar met werven van donors in zijn directe omgeving, dus binnen zijn huisartsenpraktijk. De goede man was ook keuringsarts en hij zag heel veel sporters voorbij komen. Maar ook, hij was bijvoorbeeld keuringsarts van een duikvereniging. En toen dacht hij, nou weet je wat, de duikers die jaarlijks voorbij komen om gekeurd te worden, die ga ik ook vragen om zaaddonor te worden. Dus het was een hele praktijk die hij had opgezet. Hij werfde zelf dan die zaaddonoren. De arts zelf is inmiddels overleden. Maar hoe was het nou mogelijk dat hij in die tijd dat zomaar kon doen? Ja, nou, hij had zoiets van, dit moet allemaal volledig discreet gebeuren. Dus zodra er wetouders bij hem kwamen, drukte hij ze op het hart van, denk eraan, praat met niemand over, je mag ook niet weten wie de zaaddonor is. Alles gebeurde op basis van anonimiteit. Ja. En tegen de zaaddonor zei hij ook van, je moet erover tegenover je omgeving je mond houden. En met als gevolg dat die kliniek heeft zo'n 15 jaar in Oosterbeek gezeten. En zelfs in het dorp wisten de mensen niet wat haar gaande was. Ze zagen wel heel vaak spelletjes daar naartoe gaan. En mensen die ook achterom de praktijk inliepen. Ja, er werden wel nodige geruchten gingen erover ronden. Maar over wat er nou exact plaatsvond. Toch een vrij dubieuze zaak, want natuurlijk het is nobel van die arts dat hij dat wilde doen. Maar tegelijkertijd heeft hij een van de donoren, die heeft 150 kinderen op de wereld gezet. Dat is veel, dat is ethisch volgens mij ook niet echt verantwoord. Nu hebben de nakomelingen hebben zelfs een Facebookpagina opgezet om ook in contact te komen met die donoren. Jij hebt een aantal donoren gesproken, staan die daarvoor open? Ja, de donoren die ik gesproken heb, die staan er voor open. Bijvoorbeeld die donoren die minstens 150 nakomelingen zou hebben. Ja, die heeft gezegd van, nou, wie me wil zoeken, die mag me ook die mag met mij in contact treden. En hij heeft zich ook ingeschreven bij FIOM. En FIOM in Den Bosch, en dat is zeg maar een bureau gespecialiseerd in afstammingsvraagstukken. Nou, en dat geldt ook voor de andere donoren. En een van die donoren, dat is een duiker uit Arnhem. En een oudste duiker uit Arnhem. En die heeft inmiddels al met minstens 6 donorkinderen contact. En afgelopen zondag had hij voor het eerst contact met wat hij noemt zijn nieuwste dochter. Nou, dus dit gaat nog wel even voortduren om de kinderen in contact te brengen met hun donoren. Nou, Paul, dank je wel.
Het kabinet wil de jihadvrouwen en hun kinderen echt niet terug en probeert dat vandaag in hoger beroep bij het Haagse gerechtshof te voorkomen. Familieleden en advocaten doen er intussen alles aan om de IS'ers en hun kroost een gezicht te geven. Ja, Cyril Rosman, jij bent in de verhalen van deze vrouwen gedoken. Ja, wat zijn dit voor verhalen? Moeten we ze zien als potentiële terroristen? Het zijn natuurlijk allemaal vrouwen die op een gegeven moment de keuze hebben gemaakt om naar Syrië te gaan en zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Dus ze zijn in staat om radicale keuzes te maken. Aan de andere kant zijn het ook allemaal individuen. Sommigen zitten daar zijn al lang weg bij IS, zitten al 2 jaar in kampen met hun kinderen. Anderen zijn pas tot het laatst bij IS gebleven en zitten daar pas een paar maanden. Dus ja, sommige vrouwen hebben duidelijk afstand genomen van het gedachtegoed van IS. Anderen, denken wij, hebben dat gedachtegoed echt nog wel. Dus ja, het zijn hele verschillende vrouwen. Ze zijn misschien niet allemaal gevaarlijk, maar je moet er wel heel goed mee opletten. Dus we moeten ons toch wel enigszins zorgen maken. We hebben contact met Nikki Sterkenburg, extremisme-expert. Ja, excuses. Goedemorgen. Goedemorgen, Nikki. Ja, het is ook nog vroeg. Is het terecht dat het kabinet zich zorgen maakt over een deel van deze vrouwen? Ja, een deel van deze vrouwen vormt zeker een veiligheidsrisico. Daar heeft het kabinet wel gelijk in. Aan de andere kant, andere landen zijn ook al begonnen in ieder geval met het terughalen van de kinderen. De eerste uitspraak die er was van de rechter ging met name over het terughalen van de kinderen. Waarbij de rechter wel zei van, als de Koerden niet willen, niet alleen de kinderen mee willen geven, maar ze alleen mee willen geven als hun moeders ook mee mogen, dan moeten we de moeders ook terugnemen. Oké, nou ja, dat klinkt als toch dat ze het complete plaatje willen hebben eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat mensen zich daar wel zorgen over maken. En ook over die kinderen, want zijn die dan niet geïndoctrineerd? Nou, het leeuwendeel, bijna alle kinderen zijn jonger dan 6 jaar oud. Dus die hebben op geen enkele wijze training gekregen. Kinderen vanaf 9... jaar eventueel wel. Tegelijkertijd is het wel zo dat bijvoorbeeld Mia Bloem, dat is een beetje zo wereldwijd de deskundige op dit onderwerp, die zegt, ik geloof niet dat die kinderen terug worden gestuurd met een of andere opdracht om een aanslag te plegen. En bovendien, we hebben ook gezien dat kinderen, ze zijn op te leiden inderdaad tot terrorist, maar ze zijn ook weer heel makkelijk de andere kant op te buigen. Ik denk met name dat het trauma van alles wat ze daar meemaken in die kampen, dat een veel groter probleem gaat worden dan of ze eventueel zijn geradicaliseerd. Ja, en wat denk je dat de uitkomst gaat worden van deze zaak? Ik weet het niet. Het verbaast me sowieso al wel dat de staat in beroep gaat. Want het enige wat de kortgedingrechter heeft gezegd is dat de staat een inspanningsverplichting heeft. Maar tegelijkertijd zat er ook een enorme achterdeur in die uitspraak. Omdat de kortgedingrechter ook zei, als de staat bepaalt dat het te gevaarlijk is om die kinderen op te halen, dan hoeft het niet. En dat is aan de staat zelf om dat te bepalen. Dus daardoor gaf dat vonnis eigenlijk al een enorme mogelijkheid tot dan, we gaan gewoon nog steeds niks doen. Want het gebied is gewoon te gevaarlijk. Dus het verbaasde me wel dat de staat überhaupt in beroep ging. Tegelijkertijd denk ik wel dat het ook in het hoger beroep op hetzelfde uit zou komen. Dat de staat toch echt een inspanningsverplichting heeft en gewoon moet zorgen voor deze kinderen, omdat het ook onderdanen in het buitenland zijn. Ja, Nikki, dankjewel. Cyril, wat vind jij van wat Nikki zegt? Ik denk dat ze gelijk heeft. Ja, de staat heeft dus een inspanningsverplichting, ja. Dat zegt zij. Hoe gaat de staat dit dan aanpakken? Dat is een hele goede vraag, want het is natuurlijk eigenlijk vooral een politieke beslissing. Weet je, alle experts zeggen van, je kan eigenlijk beter deze vrouwen nu gewoon terughalen. De kinderen zeker, de vrouwen ook. Dan heb je in ieder geval zicht op ze. Dan weet je waar ze zijn. Dan ga je ze hier berechten en geef je ze gevangenisstraf en kan je ze daarna begeleiden. Als je ze daar laat zitten, dan weet je niet wat er met ze gebeurt. En zullen ze op een manier, op een moment toch wel waarschijnlijk terugkomen in Nederland. En ja, dat zou een groter risico. En dat zou betekenen dat de vrouwen worden berecht, de kinderen komen dan in opvangcentra of bij pleeggezinnen terecht. Of bij familie, inderdaad. Je zei al, het zijn verschillende verhalen van deze vrouwen. Wat hebben ze wel met elkaar gemeen? Onderzoekers hebben heel goed ook naar allerlei verschillende dossiers gekeken. En als je daarin ziet, dan het zijn niet zeg maar de geslaagde carrièrevrouwen die naar Syrië zijn gegaan. Het zijn vaak de wat laag opgeleide vrouwen uit lage sociaal-economische klasses. Uit gebroken gezinnen waar vaak veel problemen waren, misbruik of drank. En ze hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt om daarheen te gaan. Soms achter een man aan, soms uit eigen beweging op zoek naar een man. Ja, een van die vrouwen is Hafida H.
Zij is vrouw van de beruchte jihad. Thijs B. Ja. Zie jij haar dan als een kwetsbare vrouw? Want hoe is zij in dat IS-gebied terechtgekomen? Zij is in 2013 daar al heen gegaan. Toen er eigenlijk nog helemaal geen kalifaat was. En IS nog in opkomst was. Haar man was daar al heen gegaan. Zij is hem achterna gereisd. Was toen zwanger. En is op die manier bij IS beland. Ze zegt zelf dat ze dat wilde omdat ze haar man terug wilde halen. Dat is niet gelukt. Ze hebben daar 3 kinderen gekregen. En jaren later is ze alsnog uit het gebied vertrokken. Terwijl haar man daar nog aan het vechten was. Zij zit nu 2 jaar in een vluchtelingenkamp. Of in een detentiekamp met haar kinderen. En haar man is inmiddels overleden. En daarom wil zij dus terug. Zij wil terug naar Nederland. En zij heeft ook meerdere keren op tv aan journalisten verteld dat ze niet meer achter het gedachtegoed van IS staat. Dat ze er spijt van heeft dat er vreselijke dingen zijn gebeurd. Dus dat zegt zij in de media. Nu hebben we ook nog een ander voorbeeld. Dat is namelijk de in Wageningen geboren Ojone. Ja, ik weet niet hoe ik het uitspreek. Dat is de ex-vrouw van een Deense terrorist. Ja. Maar zij geeft aan in de media. Ik weet niet afstand doe van deze IS-gedachte. Nee, dat weten we niet goed. Want waar andere vrouwen dat dus echt duidelijk verklaren tegenover journalisten, wil zij helemaal niet met journalisten praten die daar wel zijn geweest in dat kamp. Geeft ze daarmee de suggestie dat ze dus eigenlijk zich niet wil aanpassen, zullen we maar zeggen? Dat zou kunnen. Het kan best zijn dat zij nog heel radicaal is naar gedachtegoed. En als je kijkt naar haar achtergrond, ze is getrouwd geweest met meerdere mannen in dat gebied. Waarvan één inderdaad een behoorlijk beruchte Deense terrorist was. Die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor een aantal aanslagen buiten Syrië. Die door Amerika wordt gezien als een soort van de planner van buitenlandse aanslagen namens IS. Dus dat is echt wel een grote naam. Nou, als je daarmee getrouwd bent geweest en samen hebt gewoond, is ook de vraag, als je straks al terugkomt, kan je dan volhouden zoals veel vrouwen doen. Van, we waren alleen maar huisvrouw, we hebben niks gezien, we wisten van niks. Ja. Want in hoeverre kloppen inderdaad al die verhalen? Of zeggen ze dat omdat ze graag terug willen? Ja, nou, dat laatste zeker, denk ik. En of die vraag, of het klopt, het is lastig. Weet je, ze waren inderdaad waarschijnlijk wel huisvrouw. Zo werkte dat bij IS. Maar het is, lijkt mij, lastig vol te houden dat je van niks wist als je daar jarenlang hebt gewoond. Snap je dat Nederland zich hier zorgen om maakt? Ja, die zorgen zijn ook wel terecht. Er staan ook voor alle kinderen en de vrouwen zijn allerlei plannen klaar voor als ze terugkomen. De vrouwen worden ook direct aangehouden op Schiphol en vastgezet en berecht. Maar nogmaals, ik denk dat het veiligheidsrisico groter is als je niks doet en ze daar laat en er geen controle op hebt. Ja, nou ja, we moeten uiteindelijk afwachten wat er besloten gaat worden. Want de staat is natuurlijk in beroep gegaan tegen de beslissing de 56 kinderen van deze vrouwen terug te halen. Die zaak wordt vandaag behandeld. Stel, er wordt uiteindelijk besloten dat ze dus terugkomen. Denk je niet dat de staat er alles aan zal doen om dit proces zo traag mogelijk te laten verlopen? Ja, ze zullen niet gelijk, denk ik, een charter die kant op sturen om vrouwen en kinderen op te halen. Want het is inderdaad vooral de politiek die dat gewoon niet wil dat zij komen. Dus die zullen zo lang blijven traineren en zullen blijven wijzen op het gevaar wat in het gebied is om ze op te gaan halen. Ja. Dus dit gaat nog wel een tijdje duren. Nou, we gaan het afwachten vandaag. Cyril, dank je wel. Zondag gaan duizenden studenten een tikkie sturen naar premier Mark Rutte. Ze zijn het namelijk niet eens met de enorme studieschuld die ze hebben opgebouwd door het leenstelsel. Jori Hogewoning, initiatiefnemer en student in Tilburg. Om hoeveel tikkies gaat het? Goedemorgen. Ja, het gaat om heel veel tikkies. Ik verwacht de vorige keer, 4 november, ook actie gevoerd. En toen waren het denk ik zeker meer dan 2000. Dus ik verwacht dat het dit keer ook zo zou zijn. Want jullie hebben dus even het telefoonnummer van Mark Rutte weten te krijgen. En nu gaan jullie massaal hem helemaal bestoken met al die tikkies. Helaas hebben we niet zijn nummer. Maar we sturen ze wel naar de politieke partijen. Die hebben ingestemd met het leenstelsel. Zodat we aan hun een duidelijk signaal kunnen afgeven. Ja, het begon natuurlijk als een ludieke actie, als een grap. Maar verwacht je een positieve verandering? Jawel hoor, want er zijn nu al de meerderheid in de Kamer is nu ook al tegen het leenstelsel. Dus er gaat zeker wat veranderen. Ja, nou, ik wens jou heel veel succes en ook alle anderen. En op naar al die tikkies. Ja, dankjewel. En dan nog het weer. Het blijft vandaag droog met wat bewolking en af en toe wat zon. Er waait een matige zuidoosterwind en het wordt ongeveer 9 graden. Ook heerlijk voor Willem de Weerhaan. We zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go.
Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow To Go. Een 82-jarige man uit Oosterbeek heeft naar schatting 150 kinderen. Een gepensioneerde huisarts runde in de jaren 70 en 80 een eigen vruchtbaarheidskliniek, waarvoor de Oosterbeker de anonieme zaaddonor was. Paul Bolwerk hebben we aan de telefoon, verslaggever van de Gelderlander. Ja, wat een bizar verhaal. Wat weet je over deze arts? Goedemorgen. Deze arts die was tot zijn pensioen kinderarts in Zuid-Afrika. En na zijn pensioen besloot hij zich te vestigen in Oosterbeek. En dan begon hij als huisarts. En niet veel later begon hij een vruchtbaarheidskliniek. Dat klinkt als een soort van, nou, dat doe je dan even. Maar kan je even iets meer vertellen over hoe hij dan te werk ging? Nou ja, hij had medeleven of medelijden met kinderloze stellen. In de jaren 70 was het nog goed gebruikt als een stel ging trouwen, dat er toch al vrij snel kinderen kwamen. Bij stellen die geen kinderen konden krijgen, die was er vaak een grote behoefte om toch wel kinderen te krijgen. Nou, dan heb je een paar opties. Eén is adoptie, ander is om gebruik te maken of in te stemmen met kunstmatige inseminatie met donorenzaad, dus zaad van spermadonoren. Nou, en die vruchtbaarheidsarts of die kinderarts, die dacht van, ik wil die mensen helpen. Nou, op het moment dat hij dat kenbaar maakte en zijn kliniek begon, kreeg hij al heel via gynaecologen en huisartsen vanuit heel Nederland, maar met name uit Gelderland, Brabant en Limburg, kreeg hij zogenoemde wensouders. Dus mensen die graag een kind willen hebben. Nou, op dat moment moest hij dus ook naast op zoek naar zaaddonoren. Nou, en toen dacht hij, nood breekt wet. Hij begon maar met werven van donors in zijn directe omgeving, dus binnen zijn huisartsenpraktijk. De goede man was ook keuringsarts en hij zag heel veel sporters voorbij komen. Maar ook, hij was bijvoorbeeld keuringsarts van een duikvereniging. En toen dacht hij, nou weet je wat, de duikers die jaarlijks voorbij komen om gekeurd te worden, die ga ik ook vragen om zaaddonor te worden. Dus het was een hele praktijk die hij had opgezet. Hij werfde zelf dan die zaaddonoren. De arts zelf is inmiddels overleden. Maar hoe was het nou mogelijk dat hij in die tijd dat zomaar kon doen? Ja, nou, hij had zoiets van, dit moet allemaal volledig discreet gebeuren. Dus zodra er wetouders bij hem kwamen, drukte hij ze op het hart van, denk eraan, praat met niemand over, je mag ook niet weten wie de zaaddonor is. Alles gebeurde op basis van anonimiteit. Ja. En tegen de zaaddonor zei hij ook van, je moet erover tegenover je omgeving je mond houden. En met als gevolg dat die kliniek heeft zo'n 15 jaar in Oosterbeek gezeten. En zelfs in het dorp wisten de mensen niet wat daar gaande was. Ze zagen wel heel vaak spelletjes daar naartoe gaan. En mensen die ook achterom de praktijk inliepen. Ja, er werden wel nodige geruchten gingen erover rond. Maar over wat er nou exact plaatsvond. Toch een vrij dubieuze zaak, want natuurlijk het is nobel van die arts dat hij dat wilde doen, maar tegelijkertijd heeft hij een van de donoren, die heeft 150 kinderen op de wereld gezet. Dat is veel, dat is ethisch volgens mij ook niet echt verantwoord. Nu hebben de nakomelingen hebben zelfs een Facebookpagina opgezet om ook in contact te komen met die donoren. Jij hebt een aantal donoren gesproken, staan die daarvoor open? Ja, de donoren die ik gesproken heb, die staan er voor open. Bijvoorbeeld, die donoren die minstens 150 nakomelingen zou hebben. Ja, die heeft gezegd van nou, wie me wil zoeken, die mag me ook die mag met mij in contact treden. En hij heeft zich ook ingeschreven bij FIOM. En FIOM in Den Bosch, en dat zeg maar een bureau gespecialiseerd in afstammingsvraagstukken. Nou, en dat geldt ook voor de andere donoren. En een van die donoren, dat is een duiker uit Arnhem. En een oudste duiker uit Arnhem. En die heeft inmiddels al met minstens 6 donorkinderen contact. En afgelopen zondag had hij voor het eerst contact met wat hij noemt zijn nieuwste dochter. Nou, dus dit gaat nog wel even voortduren om de kinderen in contact te brengen met hun donoren. Nou, Paul, dank je wel. Oh.
Het kabinet wil de jihadvrouwen en hun kinderen echt niet terug en probeert dat vandaag in hoger beroep bij het Haagse gerechtshof te voorkomen. Familieleden en advocaten doen er intussen alles aan om de IS'ers en hun kroost een gezicht te geven. Ja, Cyril Rosman, jij bent in de verhalen van deze vrouwen gedoken. Ja, wat zijn dit voor verhalen? Moeten we ze zien als potentiële terroristen? Het zijn natuurlijk allemaal vrouwen die op een gegeven moment de keuze hebben gemaakt om naar Syrië te gaan en zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Dus ze zijn in staat om radicale keuzes te maken. Aan de andere kant zijn het ook allemaal individuen. Sommigen zitten daar al lang weg bij IS, zitten al 2 jaar in kampen met hun kinderen. Anderen zijn pas tot het laatst bij IS gebleven en zitten daar pas een paar maanden. Dus ja, sommige vrouwen hebben duidelijk afstand genomen van het gedachtegoed van IS. Anderen, denken wij, hebben dat gedachtegoed echt nog wel. Dus ja, het zijn hele verschillende vrouwen. Ze zijn misschien niet allemaal gevaarlijk, maar je moet er wel heel goed mee opletten. Dus we moeten ons toch wel enigszins zorgen maken. We hebben contact met Nikki Sterkenburg, extremisme-expert. Goedemorgen. Goedemorgen, Nikki. Ja, het is ook nog vroeg. Is het terecht dat het kabinet zich zorgen maakt over een deel van deze vrouwen? Ja, een deel van deze vrouwen vormt zeker een veiligheidsrisico. Daar heeft het kabinet wel gelijk in. Aan de andere kant, andere landen zijn ook al begonnen in ieder geval met het terughalen van de kinderen. En de eerste uitspraak die er was van de rechter ging met name over het terughalen van de kinderen. Waarbij de rechter wel zei van als de Koerden niet willen, niet alleen de kinderen mee willen geven, maar ze alleen mee willen geven als hun moeders ook mee mogen. Dan moeten we de moeders ook terugnemen. Oké, dat klinkt alsof dat ze het complete plaatje willen hebben eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat mensen zich daar wel zorgen over maken. En ook over die kinderen, want zijn die dan niet geïndoctrineerd? Nou, het leeuwendeel, bijna alle kinderen zijn jonger dan 6 jaar oud. Dus die hebben op geen enkele wijze training gekregen. Kinderen vanaf 9... jaar eventueel wel. Tegelijkertijd is het wel zo dat bijvoorbeeld Mia Bloem, dat is een beetje zo'n wereldwijd de deskundige op dit onderwerp, die zegt, ik geloof niet dat die kinderen terug worden gestuurd met een of andere opdracht om een aanslag te plegen. En bovendien, we hebben ook gezien dat kinderen, ze zijn op te leiden inderdaad tot terrorist, maar ze zijn ook weer heel makkelijk de andere kant op te buigen. Ik denk met name dat het trauma van alles wat ze daar meemaken in die kampen, dat een veel groter probleem gaat worden dan of ze eventueel zijn geradicaliseerd. Ja, en wat denk je dat de uitkomst gaat worden van deze zaak? Ik weet het niet. Het verbaast me sowieso al wel dat de staat in beroep gaat. Want het enige wat de kortgedingrechter heeft gezegd is dat de staat een inspanningsverplichting heeft. Maar tegelijkertijd zat er ook een enorme achterdeur in die uitspraak. Omdat de kortgedingrechter ook zei, als de staat bepaalt dat het te gevaarlijk is om die kinderen op te halen, dan hoeft het niet. En dat is aan de staat zelf om dat te bepalen. Dus daardoor gaf dat vonnis eigenlijk al een enorme mogelijkheid tot dan, we gaan gewoon nog steeds niks doen. Want het gebied is gewoon te gevaarlijk. Dus het verbaasde me wel dat de staat überhaupt in beroep ging. Tegelijkertijd denk ik wel dat het ook in het hoger beroep op hetzelfde uit zou komen. Dat de staat toch echt een inspanningsverplichting heeft en gewoon moet zorgen voor deze kinderen, omdat het ook onderdanen in het buitenland zijn. Ja, Nikki, dankjewel. Cyril, wat vind jij van wat Nikki zegt? Ik denk dat ze gelijk heeft. Ja, de staat heeft dus een inspanningsverplichting, dat zegt zij. Hoe gaat de staat dit dan aanpakken? Dat is een hele goede vraag, want het is natuurlijk eigenlijk vooral een politieke beslissing. Alle experts zeggen van, je kan eigenlijk beter deze vrouwen nu gewoon terughalen. De kinderen zeker, de vrouwen ook. Dan heb je in ieder geval zicht op ze. Dan weet je waar ze zijn. Dan ga je ze hier berechten en geef je ze gevangenisstraf en kan je ze daarna begeleiden. Als je ze daar laat zitten, dan weet je niet wat er met ze gebeurt. En zelfs op een manier, op een moment, toch wel waarschijnlijk terugkomen in Nederland. En ja, dat zou een grote risico. En dat zou betekenen dat de vrouwen worden berecht, de kinderen komen dan in opvangcentra of bij pleeggezinnen terecht. Of bij familie, inderdaad. Je zei al, het zijn verschillende verhalen van deze vrouwen. Wat hebben ze wel met elkaar gemeen? Onderzoekers hebben heel goed ook naar allerlei verschillende dossiers gekeken. En als je daarin ziet, dan het zijn niet zeg maar de geslaagde carrièrevrouwen die naar Syrië zijn gegaan. Het zijn vaak de wat laag opgeleide vrouwen uit lage sociaal-economische klasses. Uit gebroken gezinnen waar vaak veel problemen waren, misbruik of drank. En ze hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt om daarheen te gaan. Soms achter een man aan, soms uit eigen beweging op zoek naar een man. Ja, een van die vrouwen is Hafida H.
Zij is vrouw van de beruchte jihad. Thijs B. Ja. Zie jij haar dan als een kwetsbare vrouw? Want hoe is zij in dat IS-gebied terechtgekomen? Zij is in 2013 daar al heen gegaan. Toen er eigenlijk nog helemaal geen kalifaat was. En IS nog in opkomst was. Haar man was daar al heen gegaan. Zij is hem achterna gereisd. Was toen zwanger. En is op die manier bij IS beland. Ze zegt zelf dat ze dat wilde omdat ze haar man terug wilde halen. Dat is niet gelukt. Ze hebben daar 3 kinderen gekregen. En jaren later is ze alsnog uit het gebied vertrokken. Terwijl haar man daar nog aan het vechten was. Zij zit nu 2 jaar in een vluchtelingenkamp. Of in een detentiekamp met haar kinderen. En haar man is inmiddels overleden. En daarom wil zij dus terug. Zij wil terug naar Nederland. En zij heeft ook meerdere keren op tv aan journalisten verteld dat ze niet meer achter het gedachtegoed van IS staat. Dat ze er spijt van heeft dat er vreselijke dingen zijn gebeurd. Dus dat zegt zij in de media. Nu hebben we ook nog een ander voorbeeld. Dat is namelijk de in Wageningen geboren Ojone. Ja, ik weet niet hoe ik het uitspreek. Ojone. Dat is de ex-vrouw van een Deense terrorist. Ja. Maar zij geeft aan in de media. Ik weet niet afstand doe van deze IS-gedachten. Nee, dat weten we niet goed. Want waar andere vrouwen dat dus echt duidelijk verklaren tegenover journalisten, wil ze helemaal niet met journalisten praten die daar wel zijn geweest in dat kamp. Geeft ze daarmee de suggestie dat ze dus eigenlijk zich niet wil aanpassen, zullen we maar zeggen? Dat zou kunnen. Het kan best zijn dat zij nog heel radicaal is naar gedachtegoed. En als je kijkt naar haar achtergrond, ze is getrouwd geweest met meerdere mannen in dat gebied. Waarvan één inderdaad een behoorlijk beruchte Deense terrorist was. Die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor een aantal aanslagen buiten Syrië. Die door Amerika wordt gezien als een soort van de planner van buitenlandse aanslagen namens IS. Dus dat is echt wel een grote naam. Nou, als je daarmee getrouwd bent geweest en samen hebt gewoond, is ook de vraag, als je straks al terugkomt, kan je dan volhouden, zoals veel vrouwen doen, van we waren alleen maar huisvrouw. We hebben niks gezien, we wisten van niks. Ja. Want in hoeverre kloppen inderdaad al die verhalen? Of zeggen ze dat omdat ze graag terug willen? Ja, nou, dat laatste zeker, denk ik. En of die vraag, of het klopt, het is lastig. Weet je, ze waren inderdaad waarschijnlijk wel huisvrouw. Zo werkte dat bij IS. Maar het is, lijkt mij, lastig vol te houden dat je van niks wist als je daar jarenlang hebt gewoond. Snap je dat Nederland zich hier zorgen om maakt? Ja, die zorgen zijn ook wel terecht. Er staan ook voor alle kinderen en de vrouwen zijn allerlei plannen klaar voor als ze terugkomen. De vrouwen worden ook direct aangehouden op Schiphol en vastgezet en berecht. Maar nogmaals, ik denk dat het veiligheidsrisico groter is als je niks doet en ze daar laat en er geen controle op hebt. Ja, nou ja, we moeten uiteindelijk afwachten wat er besloten gaat worden. Want de staat is natuurlijk in beroep gegaan tegen de beslissing de 56 kinderen van deze vrouwen terug te halen. Die zaak wordt vandaag behandeld. Stel, er wordt uiteindelijk besloten dat ze dus terugkomen. Denk je niet dat de staat er alles aan zal doen om dit proces zo traag mogelijk te laten verlopen? Ja, ze zullen niet gelijk, denk ik, een charter die kant op sturen om vrouwen en kinderen op te halen. Want het is inderdaad vooral de politiek die dat gewoon niet wil dat zij komen. Dus die zullen zo lang blijven traineren en zullen blijven wijzen op het gevaar wat in het gebied is om ze op te gaan halen. Ja. Dus dit gaat nog wel een tijdje duren. Nou, we gaan het afwachten vandaag. Cyril, dank je wel. Zondag gaan duizenden studenten een tikkie sturen naar premier Mark Rutte. Ze zijn het namelijk niet eens met de enorme studieschuld die ze hebben opgebouwd door het leenstelsel. Jori Hogewoning, initiatiefnemer en student in Tilburg. Om hoeveel tikkies gaat het? Goedemorgen. Ja, het gaat om heel veel tikkies. Ik verwacht de vorige keer, 10 november, ook actie gevoerd. En toen waren het denk ik zeker meer dan 2000. Dus ik verwacht dat het dit keer ook zo zou zijn. Want jullie hebben dus even het telefoonnummer van Mark Rutte weten te krijgen. En nu gaan jullie massaal hem helemaal bestoken met al die tikkies. Helaas hebben we niet zijn nummer. Maar we sturen ze wel naar de politieke partijen. Die hebben ingestemd met het leenstelsel. Zodat we aan hun een duidelijk signaal kunnen afgeven. Ja, het begon natuurlijk als een ludieke actie, als een grap. Maar verwacht je een positieve verandering? Jawel hoor, want er zijn nu al de meerderheid in de Kamer is nu ook al tegen het leenstelsel. Dus er gaat zeker wat veranderen. Ja, nou, ik wens jou heel veel succes en ook alle anderen. En op naar al die tikkies. Ja, dankjewel. En dan nog het weer. Het blijft vandaag droog met wat bewolking en af en toe wat zon. Er waait een matige zuidoosterwind en het wordt ongeveer 9 graden. Ook heerlijk voor Willem de Weerhaan. We zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go.
Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow To Go. Een 82-jarige man uit Oosterbeek heeft naar schatting 150 kinderen. Een gepensioneerde huisarts runde in de jaren 70 en 80 een eigen vruchtbaarheidskliniek, waarvoor de Oosterbeker de anonieme zaaddonor was. Paul Bolwerk hebben we aan de telefoon, verslaggever van de Gelderlander. Ja, wat een bizar verhaal. Wat weet je over deze arts? Goedemorgen. Deze arts die was tot zijn pensioen kinderarts in Zuid-Afrika. En na zijn pensioen besloot hij zich te vestigen in Oosterbeek. En dan begon hij als huisarts. En niet veel later begon hij een vruchtbaarheidskliniek. Dat klinkt als een soort van, nou dat doe je dan even. Maar kan je even iets meer vertellen over hoe hij dan te werk ging? Nou ja, hij had medeleven of medelijden met kinderloze stellen. In de jaren 70 was het nog goed gebruikt als een stel ging trouwen, dat er toch al vrij snel kinderen kwamen. Bij stellen die geen kinderen konden krijgen, die was er vaak een grote behoefte om toch wel kinderen te krijgen. Nou, dan heb je een paar opties. Eén is adoptie, ander is om gebruik te maken of in te stemmen met kunstmatige inseminatie met donorenzaad, dus zaad van sperma donoren. Nou, en die vruchtbaarheidsarts of die kinderarts, die dacht van, ik wil die mensen helpen. Nou, op het moment dat hij dat camera maakte en zijn kliniek begon, kreeg hij al heel via gynaecologen en huisartsen vanuit heel Nederland, maar met name uit Gelderland, Brabant en Limburg, kreeg hij zogenoemde wensouders. Dus mensen die graag een kind willen hebben. Nou, op dat moment moest hij dus ook naast op zoek naar zaaddonoren. Nou, en toen dacht hij, ja, nood breekt wet. Hij begon maar met werven van donors in zijn directe omgeving, dus binnen zijn huisartsenpraktijk. De goede man was ook keuringsarts en hij zag heel veel sporters voorbij komen. Maar ook, hij was bijvoorbeeld keuringsarts van een duikvereniging. En toen dacht hij, nou weet je wat, de duikers die jaarlijks voorbij komen om gekeurd te worden, die ga ik ook vragen om zaaddonor te worden. Dus het was een hele praktijk die hij had opgezet. Hij werfde zelf dan die zaaddonoren. De arts zelf is inmiddels overleden. Maar hoe was het nou mogelijk dat hij in die tijd dat zomaar kon doen? Ja, nou, hij had zoiets van, dit moet allemaal volledig discreet gebeuren. Dus zodra er wetouders bij hem kwamen, drukte hij ze op het hart van, denk eraan, praat met niemand over, je mag ook niet weten wie de zaaddonor is. Alles gebeurde op basis van anonimiteit. Ja. En tegen de zaaddonor zei hij ook van, je moet erover tegenover je omgeving je mond houden. En met als gevolg dat die kliniek heeft zo'n 15 jaar in Oosterbeek gezeten. En zelfs in het dorp wisten de mensen niet wat daar gaande was. Ze zagen wel heel vaak spelletjes daar naartoe gaan. En mensen die ook achterom de praktijk inliepen. Ja, er werden wel de nodige geruchten gingen erover rond. Maar over wat er nou exact plaatsvond. Toch een vrij dubieuze zaak, want natuurlijk het is nobel van die arts dat hij dat wilde doen, maar tegelijkertijd heeft hij een van de donoren, die heeft 150 kinderen op de wereld gezet. Dat is veel, dat is ethisch volgens mij ook niet echt verantwoord. Nu hebben de nakomelingen hebben zelfs een Facebookpagina opgezet om ook in contact te komen met die donoren. Jij hebt een aantal donoren gesproken, staan die daarvoor open? Ja, de donoren die ik gesproken heb, die staan er voor open. Bijvoorbeeld, die donoren die minstens 150 nakomelingen zou hebben. Ja, die heeft gezegd van nou, wie me wil zoeken, die mag me ook die mag met mij in contact treden. En hij heeft zich ook ingeschreven bij Fion. En Fion in Den Bosch, en dat zeg maar een bureau gespecialiseerd in afstammingsvraagstukken. Nou, en dat geldt ook voor de andere donoren. En een van die donoren, dat is een duiker uit Arnhem. En een oudste duiker uit Arnhem. En die heeft inmiddels al met minstens 6 donorkinderen contact. En afgelopen zondag had hij voor het eerst contact met wat hij noemt zijn nieuwste dochter. Nou, dus dit gaat nog wel even voortduren om de kinderen in contact te brengen met hun donoren. Nou, Paul, dank je wel.
Het kabinet wil de jihadvrouwen en hun kinderen echt niet terug en probeert dat vandaag in hoger beroep bij het Haagse gerechtshof te voorkomen. Familieleden en advocaten doen er intussen alles aan om de IS'ers en hun kroost een gezicht te geven. Ja, Cyril Rosman, jij bent in de verhalen van deze vrouwen gedoken. Ja, wat zijn dit voor verhalen? Moeten we ze zien als potentiële terroristen? Het zijn natuurlijk allemaal vrouwen die op een gegeven moment de keuze hebben gemaakt om naar Syrië te gaan en zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie. Dus ze zijn in staat om radicale keuzes te maken. Aan de andere kant zijn het ook allemaal individuen. Sommigen zitten daar zijn al lang weg bij IS, zitten al 2 jaar in kampen met hun kinderen. Anderen zijn pas tot het laatst bij IS gebleven en zitten daar pas een paar maanden. Dus ja, sommige vrouwen hebben duidelijk afstand genomen van het gedachtegoed van IS. Anderen, denken wij, hebben dat gedachtegoed echt nog wel. Dus ja, het zijn hele verschillende vrouwen. Ze zijn misschien niet allemaal gevaarlijk, maar je moet er wel heel goed mee opletten. Dus we moeten ons toch wel enigszins zorgen maken. We hebben contact met Nikki Sterkenburg, extremisme-expert. Goedemorgen. Goedemorgen, Nikki. Ja, het is ook nog vroeg. Is het terecht dat het kabinet zich zorgen maakt over een deel van deze vrouwen? Een deel van deze vrouwen vormt zeker een veiligheidsrisico. Daar heeft het kabinet wel gelijk in. Aan de andere kant, andere landen zijn ook al begonnen in ieder geval met het terughalen van de kinderen. En de eerste uitspraak die er was van de rechter ging met name over het terughalen van de kinderen. Waarbij de rechter wel zei van als de Koerden niet willen, niet alleen de kinderen mee willen geven, maar ze alleen mee willen geven als hun moeders ook mee mogen. Dan moeten we de moeders ook terugnemen. Oké, dat klinkt alsof dat ze het complete plaatje willen hebben eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat mensen zich daar wel zorgen over maken. En ook over die kinderen, want zijn die dan niet geïndoctrineerd? Nou, het leeuwendeel, bijna alle kinderen zijn jonger dan 6 jaar oud. Dus die hebben op geen enkele wijze training gekregen. Kinderen vanaf 9 jaar eventueel wel. Tegelijkertijd is het wel zo dat bijvoorbeeld Mia Bloem, dat is een beetje zo wereldwijd de deskundige op dit onderwerp, die zegt, ik geloof niet dat die kinderen terug worden gestuurd met een of andere opdracht om een aanslag te plegen. En bovendien, we hebben ook gezien dat kinderen, ze zijn op te leiden inderdaad tot terrorist, maar ze zijn ook weer heel makkelijk de andere kant op te buigen. Ik denk met name dat het trauma van alles wat ze daar meemaken in die kampen, dat een veel groter probleem gaat worden dan of ze eventueel zijn geradicaliseerd. Ja, en wat denk je dat de uitkomst gaat worden van deze zaak? Ik weet het niet. Het verbaast me sowieso al wel dat de staat in beroep gaat. Want het enige wat de kortgedingrechter heeft gezegd is dat de staat een inspanningsverplichting heeft. Maar tegelijkertijd zat er ook een enorme achterdeur in die uitspraak. Omdat de kortgedingrechter ook zei, als de staat bepaalt dat het te gevaarlijk is om die kinderen op te halen, dan hoeft het niet. En dat is aan de staat zelf om dat te bepalen. Dus daardoor gaf dat vonnis eigenlijk al een enorme mogelijkheid tot dan, we gaan gewoon nog steeds niks doen. Want het gebied is gewoon te gevaarlijk. Dus het verbaasde me wel dat de staat überhaupt in beroep ging. Tegelijkertijd denk ik wel dat het ook in het hoger beroep op hetzelfde uit zou komen. Dat de staat toch echt een inspanningsverplichting heeft en gewoon moet zorgen voor deze kinderen, omdat het ook onderdanen in het buitenland zijn. Ja, Nikki, dankjewel. Cyril, wat vind jij van wat Nikki zegt? Ik denk dat ze gelijk heeft. Ja, de staat heeft dus een inspanningsverplichting, dat zegt zij. Hoe gaat de staat dit dan aanpakken? Dat is een hele goede vraag, want het is natuurlijk eigenlijk vooral een politieke beslissing. Alle experts zeggen van, je kan eigenlijk beter deze vrouwen nu gewoon terughalen. De kinderen zeker, de vrouwen ook. Dan heb je in ieder geval zicht op ze. Dan weet je waar ze zijn. Dan ga je ze hier berechten en geef je ze gevangenisstraf en kan je ze daarna begeleiden. Als je ze daar laat zitten, dan weet je niet wat er met ze gebeurt. En zelfs op een manier, op een moment, toch wel waarschijnlijk terugkomen in Nederland. En dat is misschien een groter risico. En dat zou betekenen dat de vrouwen worden berecht, de kinderen komen dan in opvangcentra of bij pleeggezinnen terecht. Of bij familie, inderdaad. Je zei al, het zijn verschillende verhalen van deze vrouwen. Wat hebben ze wel met elkaar gemeen? Onderzoekers hebben heel goed ook naar allerlei verschillende dossiers gekeken. En als je daarin ziet, dan het zijn niet zeg maar de geslaagde carrièrevrouwen die naar Syrië zijn gegaan. Het zijn vaak de wat laag opgeleide vrouwen uit lage sociaal-economische klasses. Uit gebroken gezinnen waar vaak veel problemen waren, misbruik of drank. Ze hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt om daarheen te gaan. Soms achter een man aan, soms uit eigen beweging op zoek naar een man. Ja, een van die vrouwen is Hafida H.
Zij is vrouw van de beruchte jihad. Thijs B. Ja. Zie jij haar dan als een kwetsbare vrouw? Want hoe is zij in dat IS-gebied terechtgekomen? Zij is in 2013 daar al heen gegaan. Toen er eigenlijk nog helemaal geen kalifaat was. En IS nog in opkomst was. Haar man was daar al heen gegaan. Zij is hem achterna gereisd. Was toen zwanger. En is op die manier bij IS beland. Ze zegt zelf dat ze dat wilde omdat ze haar man terug wilde halen. Dat is niet gelukt. Ze hebben daar 3 kinderen gekregen. En jaren later is ze alsnog uit het gebied vertrokken. Terwijl haar man daar nog aan het vechten was. Zij zit nu 2 jaar in een vluchtelingenkamp. Of in een detentiekamp met haar kinderen. En haar man is inmiddels overleden. En daarom wil zij dus terug. Zij wil terug naar Nederland. En zij heeft ook meerdere keren op tv aan journalisten verteld dat ze niet meer achter het gedachtegoed van IS staat. Dat ze er spijt van heeft dat er vreselijke dingen zijn gebeurd. Dus dat zegt zij in de media. Nu hebben we ook nog een ander voorbeeld. Dat is namelijk de in Wageningen geboren Ojone. Ja, ik weet niet hoe ik het uitspreek. Dat is de ex-vrouw van een Deense terrorist. Ja. Maar zij geeft aan in de media. Ik weet niet afstand doe van deze IS-gedachten. Nee, dat weten we niet goed. Want waar andere vrouwen dat dus echt duidelijk verklaren tegenover journalisten, wil ze helemaal niet met journalisten praten die daar wel zijn geweest in dat kamp. Geeft ze daarmee de suggestie dat ze dus eigenlijk niet wil aanpassen, zullen we maar zeggen? Dat zou kunnen. Het kan best zijn dat zij nog heel radicaal is naar gedachtegoed. En als je kijkt naar haar achtergrond, ze is getrouwd geweest met meerdere mannen in dat gebied. Waarvan één inderdaad een behoorlijk beruchte Deense terrorist was. Die ook verantwoordelijk wordt gehouden voor een aantal aanslagen buiten Syrië. Die door Amerika wordt gezien als een soort van de planner van buitenlandse aanslagen namens IS. Dus dat is echt wel een grote naam. Nou, als je daarmee getrouwd bent geweest en samen hebt gewoond, is ook de vraag, als je straks al terugkomt, kan je dan volhouden zoals veel vrouwen doen? Van, we waren alleen maar huisvrouw, we hebben niks gezien, we wisten van niks. Ja. Want in hoeverre kloppen inderdaad al die verhalen? Of zeggen ze dat omdat ze graag terug willen? Ja, nou, dat laatste zeker, denk ik. En of die vraag, of het klopt, het is lastig. Weet je, ze waren inderdaad waarschijnlijk wel huisvrouw. Zo werkte dat bij IS. Maar het is, lijkt mij, lastig vol te houden dat je van niks wist als je daar jarenlang hebt gewoond. Snap je dat Nederland zich hier zorgen om maakt? Ja, die zorgen zijn ook wel terecht. Er staan ook voor alle kinderen en de vrouwen zijn allerlei plannen klaar voor als ze terugkomen. De vrouwen worden ook direct aangehouden op Schiphol en vastgezet en berecht. Maar nogmaals, ik denk dat het veiligheidsrisico groter is als je niks doet en ze daar laat en er geen controle op hebt. Ja, nou ja, we moeten uiteindelijk afwachten wat er besloten gaat worden. Want de staat is natuurlijk in beroep gegaan tegen de beslissing de 56 kinderen van deze vrouwen terug te halen. Die zaak wordt vandaag behandeld. Stel, er wordt uiteindelijk besloten dat ze dus terugkomen. Denk je niet dat de staat er alles aan zal doen om dit proces zo traag mogelijk te laten verlopen? Ja, ze zullen niet gelijk, denk ik, een charter die kant op sturen om vrouwen en kinderen op te halen. Want het is inderdaad vooral de politiek die dat gewoon niet wil dat zij komen. Dus die zullen zo lang blijven traineren en zullen blijven wijzen op het gevaar wat in het gebied is om ze op te gaan halen. Ja. Dus dit gaat nog wel een tijdje duren. Nou, we gaan het afwachten vandaag. Cyril, dank je wel. Zondag gaan duizenden studenten een tikkie sturen naar premier Mark Rutte. Ze zijn het namelijk niet eens met de enorme studieschuld die ze hebben opgebouwd door het leenstelsel. Jori Hogewoning, initiatiefnemer en student in Tilburg. Om hoeveel tikkies gaat het? Goedemorgen. Ja, het gaat om heel veel tikkies. Ik verwacht de vorige keer, 10 november, ook actie gevoerd. En toen waren het denk ik zeker meer dan 2000. Dus ik verwacht dat het dit keer ook zo zou zijn. Want jullie hebben dus even het telefoonnummer van Mark Rutte weten te krijgen. En nu gaan jullie massaal hem helemaal bestoken met al die tikkies. Helaas hebben we niet zijn nummer. Maar we sturen ze wel naar de politieke partijen. Die hebben ingestemd met het leenstelsel. Zodat we aan hun een duidelijk signaal kunnen afgeven. Ja, het begon natuurlijk als een ludieke actie, als een grap. Maar verwacht je een positieve verandering? Jawel hoor, want er zijn nu al de meerderheid in de Kamer is nu ook al tegen het leenstelsel. Dus er gaat zeker wat veranderen. Ja, nou, ik wens jou heel veel succes en ook alle anderen. En op naar al die tikkies. Ja, dankjewel. En dan nog het weer. Het blijft vandaag droog met wat bewolking en af en toe wat zon. Er waait een matige zuidoosterwind en het wordt ongeveer 9 graden. Ook heerlijk voor Willem de Weerhaan. We zijn er tot 9:30 met de...
Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow to go. Vanavond dragen de jonge socialisten de huizenmarkt symbolisch naar het graf. Ze houden een stille tocht in Zwolle om zo de volkshuisvesting aan de kaak te stellen. Jesse Koops, voorzitter van de jonge socialisten van de PvdA. Ja, jullie hebben het over de dood van de volkshuisvesting. Is dat niet een beetje overdreven? Nee, dat denk ik niet. We hebben in Zwolle bijvoorbeeld, om even een voorbeeld te noemen, hebben we een hele hoop prachtige portiekwoningen die in de jaren 50 zijn gebouwd om iedereen een huis te kunnen geven. Maar diezelfde portiekwoningen, dat is prima wonen, maar die kosten nu zoveel geld. Bijvoorbeeld 1.000 euro per maand als je alle vaste lasten meeneemt, dat het eigenlijk niet meer toegankelijk is voor een heel groot deel van de bevolking. Ja, jullie pleiten er nu voor eigenlijk voor een terugkeer van de volkshuisvesting. Wat bedoelen jullie daar precies mee? We bedoelen daar precies mee dat wij willen dat iedereen kan wonen in Nederland. Dat iedereen ongeacht inkomen een huis kan hebben en kan wonen in de stad waar ze willen wonen. En dat kun je doen door bijvoorbeeld terug te gaan naar volkshuisvesting. Gewoon erkennen, weet je, wij willen met z'n allen kunnen wonen. We willen met z'n allen ervoor zorgen dat we een huis boven ons hoofd, een dak boven ons hoofd hebben. En dan betekent dat ook dat, dat je daar je handen voor uit de mouw moet steken en volkshuisvesting moet gaan bouwen. Ja, want die woningen die voor starters zijn bedoeld, die worden nu vaak weggekaapt door speculanten. Hoe willen jullie dit precies tegengaan? Nou, er zijn een hele hoop manieren waarop je dat kunt doen. We zijn geen politieke partij, we gaan niet de regering in, dus we hebben ook niet de specifieke oplossing helemaal ambtelijk getest voor handen. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een zelfbewoningsverplichting of iets dergelijks. Dat kan allemaal helpen. Ja, dus op die manier zou er een oplossing komen om jullie toch een woning te geven? Ja, bijvoorbeeld. Maar het is vooral een kwestie van prioriteiten. We moeten met z'n allen besluiten van, hey, wij gaan samen voor zorgen dat er genoeg huizen zijn voor iedereen. En ook voor jongeren en starters. Ja, ik kan het er niet anders dan mee eens zijn. Ik woon zelf in Amsterdam en daar reist het ook de pan uit. Het kan niet meer eigenlijk zo langer. Vreselijk. Ja, waar moet je nog naartoe? Zeker als je wat minder geld hebt en je bent een starter. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. Schrijver Erik van Lakerveld stapt zometeen in de voetsporen van de eerste Nederlandse wielrenner ooit, Pim Kiddelen. Ja, hij gaat zijn monsterrit uit 1885 van Rotterdam naar Leeuwarden ook afleggen. Maar dan andersom en op een iets andere fiets. Verslaggever Jelle Akerboom is bij Erik. Ja, Jelle, hij heeft er niet echt een hele warme dag voor uitgekozen. Nee hoor, het is goed koud hier in Leeuwarden. Ja, Friesland, hè, dat heet het niet voor niets. Had je geen lekkere warme lentedag uit kunnen kiezen? Nou, ik doe deze toch precies vandaag, omdat het 134 jaar geleden is dat Pim Kiddelen van Rotterdam naar Leeuwarden fietste. Ja, die deed het ook in november. Ja, die startte op 21 november en finishte op 22 november. Ja, en we hoorden het net al, jij doet het andersom. Hè? Waarom doe je het andersom? Nou, ik rij op een andere fiets dan wat hij deed en met wat andere trainingsachtergrond dan hij deed. Dus ik voelde een beetje flauw om dan meteen het record, wat eigenlijk nog nooit officieel verbroken is, dan meteen aan Vlaarder te fietsen. En ik vind het mooier om dan het boek, wat ik ook bij me heb, mee te nemen vanuit hier naar Rotterdam, de plek waar hij vandaan komt. Ja, want Pim Kiddelen die deed het op een hoge bie, hè? Jij doet het echt op een mooie racefiets. Ja. Is dat niet een beetje flauwtjes? Maar het is eigenlijk helemaal in de geest van Pim, hè? Zoals je zou kunnen zeggen. Want hij was iemand die juist heel veel met moderne spullen bezig was. En in die tijd was de hoge bie en het ding waar hij op reed, ja, dat was het beste van het beste. Dus hij zou het ook heel raar hebben gevonden als iemand op dat moment bijvoorbeeld op een loopfiets zoiets zou hebben gedaan. Alleen maar omdat er iemand eerder ook op een loopfiets had gereden. Dus ja. Kiddelen was iemand om juist de modernste fietsen te gebruiken. Ja, dit is dus allemaal voor je boek, hè. Laat zien. De wonderwielenaar. Waarom moest dit boek er komen? Omdat hij de eerste Nederlandse wielerkampioen is en misschien ook wel de eerste wielerheld. Hier in Leeuwarden, toen hij aankwam, stonden duizenden mensen om hem op te wachten. Maar niemand kent hem eigenlijk meer. Omdat zijn carrière maar heel kort heeft geduurd. Na 2,5 jaar raakte hij een botsing met een rijtuig en kreeg een blessure waar hij niet meer vanaf kwam. En toen is hij heel snel vergeten. Jaap Ede kwam binnen 10 jaar daarna. Die weten mensen nog wel te herinneren. Ja.
Dus dat is een beetje om hem aan de vergetelheid te ontrukken. En ook omdat hij toch door een Nederland ging wat heel bijzonder was. Dat was volop in verandering. De industrialisatie, verandering in de maatschappij. En dat kon ik heel mooi aan die tocht ophangen. En hoe is jouw schema vandaag? Want jij gaat naar Rotterdam, naar de boekenpresentatie. Ja. Dus je moet wel op tijd aankomen. Ik moet exact om 7 uur aankomen. Dus ik heb iets meer dan 10 uur om dat te doen. En dat betekent dus ook, ik ga ook niet zo hard mogelijk rijden, want dan kom ik te vroeg. En, dus ik hou een beetje voor mijn doen een normaal tempo aan, 28 km per uur. Dubbele van wat Pim deed. En dan moet het precies uitkomen. Ja, mooi toch nog. Tot slot nog een gewetensvraag. Want is dit dan allemaal echt puur ter promotie van dit mooie boek? Of is het ook een soort sportieve uitdaging? Nou, ik ben een fanatieke fietser. Ik rij ook wedstrijden, maar ik heb al jarenlang geen lange wegwedstrijden gereden, alleen tijdritten. Dus mijn langste tocht tot nu toe dit jaar was 150 kilometer. Nu moet er nog eens 100 bij. In een periode dat ik normaal helemaal niet zoveel fiets. Dus dit wordt voor mij een flinke uitdaging. Maar het is ook promotie voor het boek. Dat geef ik meteen toe. Maar ook dat is, lijkt op wat Pim deed. Want die tocht was ook bedoeld als promotie voor het wielrennen. Ja, nou, hartstikke goed. Erik, spring op je fiets. Want anders ga ik jouw schema helemaal in de war brengen. Om 7 uur aankomen in Rotterdam. Yes. En 8:30 hier vertrekken. Ik zeg... Goede rit en succes. Ben ik ouderwets als ik een hekel heb aan het K-woord op tv? Dat was de vraag die Angela de Jong zich deze week hardop stelde. Het valt haar op dat er steeds vaker en makkelijker met kanker wordt gescholden op de buis. Nou, het lijkt wel alsof het steeds normaler straatbeeld wordt, terwijl het eigenlijk helemaal niet normaal is. Ja, ik vind het heel erg. Ik vind het gewoon dat het niet mag, ook niet kan. Mijn persoonlijke gedachte is dat er een sprake is van een algemene spraakverruwing. Als je een beetje respect hebt voor je medemens, dan gebruik je dat woord niet. Ja, Angela, wat denk jij als je deze reacties hoort? Nou, ze zijn het met me eens. Maar alle mensen die je ziet, die zijn ook wel boven een bepaalde leeftijd. Ja, is het dan toch een generatieverschil? Weet je, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, dus ik weet het niet. Ik heb alleen twee prepubers die op een gegeven moment thuis kwamen dit jaar en zeiden van... weet je wat zo gek is, mam? Ik hoor heel vaak dat ze schelden met kanker. En dan durven ze niet eens kanker te zeggen, want dan zeggen ze KKR bij mij. En ik heb geen doetjes hoor, die durven heus wel te vloeken en weet ik veel wat. Meer dan mijn lief is vaak. Maar... ja, weet je, en toen was er ook nog een vriendinnetje van hen op vakantie die zei van... ja, weet je, sorry jongens, maar kanker is het nieuwe kut. Excuus voor deze woorden ook overigens, want het zijn niet de woorden die normaal... Nee, dat snap ik inderdaad. En sindsdien let ik er wat meer op. En toen, de laatste tijd valt het me op dat je het op televisie ook gewoon steeds meer hoort. En welk programma was dan voor jou de directe aanleiding om er een column over te schrijven? Nou, het was eigenlijk het hele weekend. Ik had het een paar weken geleden al bij Even Tot Hier met Woer en Van der Laan, wat ik een fantastisch programma vind. Ja. Maar die hadden het al ergens in hun satire zitten om de overtreffende trap van iets aan te geven. Iets was kanker. Mm-hmm. Ik weet niet meer precies welk woord dat was. Toen kwam van de week Arjan Lubach. Die Willem-Alexander naast deed als Haagse Willy. Dat stukje had ik inderdaad gezien. Ja. Ik schrok ook even op zo van de bank. Ik had even zo'n schrik. Hij liet hem zeggen dat hij kankerrijk was. Ja. Dat ik dacht van, hè, Arjan Lubach? Je denkt hier toch de hele week over na, weet je? Superrijk had ook best gekund, hoor, met een Haagse accent. En het zat in Keizersvrouwen. Nou, je hoorde natuurlijk in de spreekoren op de tribune bij FC Den Bosch tegen Excelsior. Ja. Waar ook nog racisme bij kwam kijken. Maar ook daar zat het K-woord weer voor. Dat ik echt dacht, het lijkt wel of het inderdaad gewoon steeds gewoner is. Nou ja, en dan schrijf ik daar een column over. Nu sluit je wel je column af met de woorden van... ja, misschien omdat kanker wel steeds vaker wordt genezen... hè, heb ik het dan misschien mis? Moeten we er inmiddels wel mee kunnen schelden, zeg maar? Nou ja, je zoekt naar... Ik zocht naar een soort oplossing. En ook naar een soort verklaring in mijn eigen omgeving van waarom jongeren dat steeds vaker roepen. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, zij groeien op in een tijd waarin kanker niet meer per se dodelijk is. En dat is positief. En dat was natuurlijk voorheen ook zo met andere scheldwoorden als tering en tyfus en nou ja, de noem pest, maar op. Ja. Ja, waar we ook mee schelden. En dat schijnt ook typisch Nederlands te zijn, dat we graag met ziektes schelden. Oh ja? Ook zo. Ja, gek. In België en Duitsland niet, maar in Nederland schelden we graag met ziektes. En ik snap het ook wel, want het is natuurlijk twee keer een K, dus je kan er goed kracht mee zetten. Maar ja, weet je, op de een of andere manier, als dat de verklaring is, dan nog vind ik het eigenlijk niet kunnen. Want je kwetst er zo ongelooflijk veel mensen mee. Ja, jij vindt het dus inderdaad niet kunnen. Ik denk meer mensen die tv kijken. Vind je niet dat omroepen moeten ingrijpen? Nou, als ik de directeur van de VPRO was, had ik wel even een mailtje gestuurd naar Arjen, denk ik. Van, joh, was dat nou echt nodig? Denk volgende keer even na. Het is heel logisch dat wat er in de maatschappij gebeurt een vertaling krijgt op televisie. Dus in die zin kan ik het zelfs nog wel een beetje begrijpen. Maar ik vind wel dat je als programmamaker een soort voorbeeldfunctie hebt. Ja. En moet nadenken over
dit speelt misschien wel in de maatschappij, maar laat ik het woord nog even niet gebruiken. Want ik soms is het natuurlijk satire en doet iemand het vanuit een soort personage. En laat misschien dan juist, Haagse Willy, ja, in Den Haag. Juist het beeld zien van, nou ja, zo wordt er soms gesproken. Ja. Ja. Juist misschien ook om de kijker te confronteren. Ja, om erover na te laten denken, laten we het zo positief noemen. En als je een dramaserie neemt als Keizersvrouw en daar zit een crimineel in, snap ik wel dat hij geen drommels roept zoals de baron vroeger deed. Bij drommels. Drommels, drommels, drommels. Ja. Bij Bassie en Adriaan. Maar er zijn nog wel wat andere dingen, denk ik dan. Wat andere vormen. Waar ook emotie over is, dat is over de villa. RTL stopt namelijk per direct met het uitzenden van de realityserie vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou, Angela, jij lijkt me typisch iemand die s'avonds lekker de file gaat kijken. Nee, toch niet. Nee, ik had het tot nu toe nog niet op mijn verlanglijstje staan om te gaan kijken. Oké, okay. Maar wat is er precies gebeurd? Nou, je ziet in bed een jongen over een meisje heen kruipen. En zij geeft aan dat ze dat niet wil. En vervolgens blijft hij toch tegen haar aan liggen en meer van dat soort dingen doen. Het is een soort datingprogramma. Hè? Mensen, er zitten jongeren bij elkaar in een huis en er is heel veel drank. En dan maar hopen dat er wat gebeurt. Ja. Programma's die we al heel lang kennen en in alle vormen en maten. Ja. En waarvan RTL vindt dat hij ze moet blijven uitzenden. Nou ja, dat is hun goed recht. Maar, ja, want wat vind jij daarvan, dat Peter van der Vorst dat maar blijft uitzenden, die programma's? Nou ja, ik ben ook niet zo'n groot fan van Temptation Island. Maar dat is mijn persoonlijke mening. En er is een markt voor. En iedereen die vindt dat hij daar wel van geniet, nou ja, die moet dat vooral doen. Maar, het neemt vooral wel steeds extremere vormen aan. Want je hebt nou ook Ex on the Beach. Ja. Daar zag ik toevallig laatst ook een fragment voorbij komen. Ja, ik kijk dit uiteraard uit professioneel oog. Net zoals mensen de roddelbladen alleen maar bij de kapper lezen. Ik vind het wel fascinerend. Het gaat heel erg over menselijk gedrag. Maar je ziet ook wat er achter de schermen gebeurt. Namelijk die drank. Die speelt een grote rol. Dat zie je ook wel op tv. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat je in mensen heel veel drank giet? Het dierlijke komt in ze naar boven. En dan gebeuren er dingen waar mensen ook spijt van krijgen. Ja. En dat zijn misschien kwetsbare mensen die eraan meedoen. En dat wringt wel, vind ik. Tuurlijk, dat doet het ook. Maar aan de andere kant, ook al heb je maar een IQ van 34... dan moet je ook nog weten dat nee is. Dus ja, maar dat is het hele ding. Niemand soms van wordt er niet letterlijk nee gezegd. Want je ziet soms ook meisjes die niet om de jongens alle schuld geven, maar je ziet ook soms meisjes die veel hebben gedronken, die niet meer helemaal goed weten hoe of wat, die misschien een beetje gevoelens hebben voor de jongens. Sommigen weten of die het moeilijk vinden om nee te zeggen, of gewoon niet eens meer doorhebben wat er gebeurt. In Spanje nu bij Big Brother, dat is ook zo'n voorbeeld. Dat is echt dramatisch, want die vrouw, dat meisje is echt verkracht ook. Maar wat ik vooral ook van, je kan vinden van de villa wat je wil. Het wordt uitgezonden, het is niet verboden bij wet, dus prima. Maar dit heeft natuurlijk ook alweer consequenties. Want Peter van der Vorst heeft voor de tweede keer in korte tijd een programma van de buis moeten halen. Ja. Waar hij blijkbaar van tevoren niet goed genoeg over nagedacht heeft. Of in ieder geval ook geen goede afspraken over heeft gemaakt. Hij zit er nog niet zo heel lang als programmadirecteur. Maar dit begint wel een beetje een patroon te worden. En dit is niet heel goed voor zijn reputatie. Want we hebben de quiz van Jan de Hoop, waarvan hij na één aflevering moest zeggen van jongens, dit kan niet. Nu de villa. Het spijt me, heeft hij ook al voortijdig van de buis gehaald, omdat de kijkcijfers enorm tegenvielen. Ja. Dit is niet heel. Dit geeft nog niet heel veel vertrouwen in de toekomst. Ik vind ook absoluut dat de villa van de buis moet worden gehaald, want het is echt grensoverschrijdend. Maar het gebeurt al wel langer bij die programma's. Daarom kun je je afvragen of je het nog moet willen. Het is ook wel weer goed dat hij nu per direct de grens stelt en dat niet alsnog door laat gaan. Maar wat ik er dan wel weer opvallend aan vind, is dan zat ik gisteravond de berichtgeving te lezen over dit programma. En dan zegt RTL, we gaan toch een diepgravend interview instellen naar hoe dit de montage heeft kunnen halen. En dan denk ik, de montage heeft kunnen halen. Er zit nog een hele stap voor. Er zitten daar mensen te kijken naar die beelden en die hadden in moeten grijpen. Die hadden daar naar binnen moeten stormen en zeggen, dit kan niet. Ik zou dat ook hebben gedaan, En je vraagt je ook af, kijk, als het gaat om de montage, wat is er dan nog meer gebeurd? Wat onder de pet of onder het carpet geschoven wordt? Ja, weet je, dit zijn door deze formulering roepen ze heel veel vragen op. En dan met zo'n leuke voice-over erbij, hè? Boom, boom in the room en en dan ben je klaar. Goed, iets anders. Over enkele weken is het namelijk weer tijd voor de jaarlijkse Comedy Central Roast. Na Gordon, Giel Beelen en Johnny de Mol is het dit keer de beurt aan Ali B om compleet afgebrand te worden. En Henry van Loon, Brace en Prem zijn het die Ali B er flink van langs gaan geven. Laten we even terugblikken op een oude roast. Ik ben hier om te voorkomen dat dit hoopje antimaterie, deze opgedroogde roggel, over 5 jaar onze minister-president is. Lieve mensen, dit is ons baby-Hitler-moment. Nu kunnen we het nog tegenhouden. Ja,
Angela, nu komen we even in een gebiedje. Want nou zit een flink te lachen hierop. Ik heb ook enorm zwak voor Peter Pannenkoek. Want die vind ik normaal echt heel erg leuk. Maar het wordt en ik vind hem ook de beste. Het woord kanker kan niet meer, maar hij schuilt nu met Hitler. Nou ja, weet je wat ik... iedereen in de context van satire mag er een hoop, vind ik altijd. Maar wat ik bij de roast heb, en iedereen moet ervan genieten die het heel erg leuk vindt, ik vind het altijd een beetje pijnlijk. Omdat er onwijs harde grappen worden gemaakt en mensen daar maar blijven lachen, van, maar wel met zo'n grimas op hun gezicht van... het is heel gezellig, ik moet nu lachen, want de camera staat al... En dan worden er grappen gemaakt als je moeder had geen Alzheimer, ze wilde alleen maar jou vergeten. En je hebt die pukkels op die putten in je gezicht, omdat je moeder geen abortus kon met de breinhaal. Ja, weet je, dat vind ik allemaal niet zo. Voor mij hoeft het niet zo. Nee, dus het hoeft niet kwetsend wat jou betreft. Nee. Ali B, die wordt geroast. Dat is toch wel echt even iemand anders dan Gordon. Dat is toch onze eigen knuffel Marokkaan. Ja, ik heb het idee dat dat de goede kandidaten misschien een beetje op zijn. Of althans, de echt goede kandidaten. Oh nee, jij wil gewoon steeds niet. Dus nu denk ik, ik ben nog nooit gevraagd om geroost te worden. Oh nee? Te worden. Maar Peter R. de Vries zou bijvoorbeeld best een hele leuke zijn, denk ik dan, toch? Om te doen. Ja, Peter R. de Vries, dat zou wel de volgende zijn. Maar stel jij zou wel geroost worden. Wie verwacht jij dan dat er zitten ze staan om jou in de rij. Roosten? Ze staan in de rij. Sowieso Prit Dekker. Prit Dekker, Gordon, Jensen. Prem zou ook zomaar kunnen. Nee joh, ze staan in de hoe heet het, al die BN'ers die kunnen niet wachten, denk ik. Nee. Maar ik vind, de lijn, natuurlijk mag je iemand aanpakken op zichzelf. Maar hier worden ook heel vaak familie, kinderen, vriendinnen... bij gepark. Ik vind het gewoon nooit zo heel erg verheven. Nou, het gaat wel gewoon uitgezonden worden en wel op 17 december op Comedy Central. Angela, dankjewel en tot volgende week. En dan nog het weer. Het blijft vandaag droog met wat bewolking en af en toe wat zon. Er waait een matige zuidoosterwind en het wordt ongeveer 9 graden. En wij zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow to go. Vanavond dragen de jonge socialisten de huizenmarkt symbolisch naar het graf. Ze houden een stille tocht in Zwolle om zo de volkshuisvesting aan de kaak te stellen. Jesse Koops, voorzitter van de jonge socialisten van de PvdA. Ja, jullie hebben het over de dood van de volkshuisvesting. Is dat niet een beetje overdreven? Nee, dat denk ik niet. We hebben in Zwolle bijvoorbeeld, om even een voorbeeld te noemen... hebben we een hele hoop prachtige portiekwoningen die in de jaren 50 zijn gebouwd om iedereen een huis te kunnen geven. Maar diezelfde portiekwoningen, dat is prima wonen, maar die kosten nu zoveel geld. Bijvoorbeeld 1.000 euro per maand als je alle vaste lasten meeneemt, dat het eigenlijk niet meer toegankelijk is voor een heel groot deel van de bevolking. Ja, jullie pleiten er nu voor eigenlijk voor een terugkeer van de volkshuisvesting. Wat bedoelen jullie daar precies mee? We bedoelen er precies mee dat wij willen dat iedereen kan wonen in Nederland. Dat iedereen ongeacht inkomen een huis kan hebben en kan wonen in de stad waar ze willen wonen. Dat kun je doen door bijvoorbeeld terug te gaan naar volkshuisvesting. Gewoon erkennen, weet je, wij willen met z'n allen kunnen wonen. We willen met z'n allen ervoor zorgen dat we een huis boven ons hoofd, een dak boven ons hoofd hebben en dan... Betekent dat ook dat je daar je handen voor uit de mouw moet steken en volkshuisvesting moet gaan bouwen? Ja, want die woningen die voor starters zijn bedoeld, die worden nu vaak weggekaapt door speculanten. Hoe willen jullie dit precies tegengaan? Nou, er zijn een hele hoop manieren waarop je dat kunt doen. We zijn geen politieke partij, we gaan niet de regering in, dus we hebben ook niet de specifieke oplossing helemaal ambtelijk getest voor handen. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een zelfbewoningsverplichting of iets dergelijks. Dat kan allemaal helpen. Ja, dus op die manier zou er een oplossing komen om jullie toch een woning te geven? Ja, bijvoorbeeld. Maar het is vooral een kwestie van prioriteiten. We moeten met z'n allen besluiten van, hey, wij gaan samen ervoor zorgen dat er genoeg huizen zijn voor iedereen. En ook voor jongeren en starters.
Ja, ik kan het er niet anders dan mee eens zijn. Ik woon zelf in Amsterdam en daar reist het ook de pan uit. Het kan niet meer eigenlijk zo langer. Vreselijk. Ja, waar moet je nog naartoe? Zeker als je wat minder geld hebt en je bent een starter. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. Schrijver Erik van Lakerveld stapt zometeen in de voetsporen van de eerste Nederlandse wielrenner ooit, Pim Kiddelen. Ja, hij gaat zijn monsterrit 1885 van Rotterdam naar Leeuwarden ook afleggen. Maar dan andersom en op iets anders vlak voor jou bij Erik. Ja, jij heeft er niet echt een hele dag voor uitgekomen. Nee hoor, het is goed koud hier in Leeuwarden. Ja, Friesland, hè, dat heet niet voor nu. Had je geen lekkere warme lentedag uit kunnen kiezen? Nou, ik doe deze toch precies vandaag, omdat het 134 jaar geleden is dat Pim Kiddelen van Rotterdam naar Leeuwarden fietste. Ja, die deed het ook in november, ja. Die startte op 21 november en finishte op 22 november. Ja, we hoorden het net, jij doet het andersom, hè? Waarom doe je het andersom? Nou, ik rij op een andere fiets dan wat hij deed en met wat andere trainingsachtergrond dan hij deed. Dus ik voelde een beetje flauw om dan meteen het record, wat eigenlijk nog nooit officieel verbroken is, dan meteen aan Vlaarder te fietsen. En ik vind het mooier om dan het boek, dat ik bij me heb, mee te nemen vanuit hier naar Rotterdam, de plek waar hij komt. Kiedelen, die deed het op een hoge bie, hè? Jij doet het echt op een mooie racefiets. Ja. Is dat niet om je vlakjes? Nou, het is eigenlijk helemaal in de geest van Pim, hè? Zoals je zou kunnen zeggen. Want hij was iemand die juist met moderne spullen bezig was. En die tijdens de hoge bie en het ding waar hij op reed, ja, dat was het beste van het beste. Dus hij zou het raar hebben gevonden als iemand op dat moment bijvoorbeeld op een loopfiets zoiets zou hebben gedaan. Alleen maar omdat er iemand eerder ook op een loopfiets had gereden. Dus, ja. Die Kiddelen was iemand om juist de moderne fiets te gebruiken. Ja, het is al voor je boek, Ella. De wonder. Waarom moet dit boek er komen? Omdat hij de eerste Nederlandse wielerkampioen, de wielerheld, hier in Leeuwarden, toen hij aankwam, stonden duizend mensen om hem op te wachten. Niemand kent hem eigenlijk meer. Omdat zijn carrière maar heel kort heeft geduurd. 2,5 jaar raakte hij een botsing met een rijtuig. Blessure waar hij niet meer van kwam. En toen is hij heel snel vergeten. Jaap Eder kwam binnen, maar daarna de mensen nog wel te herinneren. Ja. Dus dat is een beetje hem aan de vergetelheid. En ook omdat hij toch door een Nederland heel bijzonder was. Dat was volop in verandering. De industrialisatie, verandering in de maatschappij. En vond ik aan die tocht op. En hoe is je beschreven vandaag? Want jij gaat naar Rotterdam, boekenpresentatie, dus je moet wel op tijd aankomen. Ik moet exact om 7 uur aankomen. Dus ik heb iets meer dan 10 uur te doen. Meteen dus ik ga zo hard mogelijk rijden, want dan kom ik te vroeg. En ik hou dan een beetje voor mijn doel normaal tempo aan. 28 kilometer per uur van Pim. Dan moet het precies uitkomen. Ja, ben je toch nog tot slot nog een gewetensvraag? Want is dit dan allemaal echt puur ter promotie van dit mooie boek? Of is het ook een soort sportieve uitdaging? Nou, ik ben van het... Ik rij op wedstrijden, maar ik heb al jarenlang geen lange wegwedstrijden, alleen tijdritten. Dus mijn langste tocht tot nu toe, daar was 5, moet er dus 100 bij. Ik weet dat ik normaal helemaal niet zo fiets. Dus dit wordt voor mij een flinke uitdaging, maar het is ook promotie voor het boek, dat geef ik meteen toe. Maar ook dat lijkt op wat Pim deed, want die tocht was ook bedoeld als promotie voor het wielrennen. Ja, nou, hartstikke goed. Erik, spring op je fiets, want anders ga ik jouw schema helemaal in de war brengen. Om 7 uur aankomen Rotterdam en 8:30 hier vertrekken. Ik zeg een goede rit en succes. Ben ik oud net als ik een hekel heb aan het kabel op de tv? Dat was de vraag die Angela de Jong deze week hardop stelde. Het valt haar op dat er steeds vaker en makkelijker met kanker wordt gescholden op de buis. Nou, het lijkt wel alsof het steeds normaler straatbeeld wordt, terwijl het eigenlijk niet normaal is. Nou, ik vind het heel erg. Ik vind het gewoon dat het niet mag, ook niet kun. Mijn persoonlijke gedachte is dat er een sprake is van een algemene verschrikking. Als je een beetje respect hebt voor je medemens, dan gebruik je dat woord niet. Nou, Angela, wat denk jij als je deze reacties hoort? Nou, ze zijn het met me eens. Maar mensen die je ziet, die zijn boven een bepaalde leeftijd. Ja, is het dan toch een generatieverschil? Weet je, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, dus ik weet het niet. Ik heb alleen twee prepubers die
op een gegeven moment thuis kwamen dit jaar en zeiden van, weet je wat zo gek is? Ik hoor heel vaak dat ze schelden met kanker. En dan durven ze niet eens kanker te zeggen, want dan zeggen ze KKR. Maar ik heb geen moedjes door die drugsel te vloeken en weet ik wat. Meer dan mijn lief is vaak. Maar weet je, toen was er ook nog een vriendinnetje van hen. Kans die zei, ja weet je, sorry jongens, maar kanker is het nieuwe kutte. Excuus voor deze woorden ook overigens. Want het zijn niet de woorden die normaal op dit moment. Dat snap ik inderdaad. En sindsdien let ik er wat meer op. En toen, de laatste tijd valt het me op dat je het op televisie ook gewoon steeds meer hoort. En welk programma was dan voor jou de directe aanleiding om er een column over te schrijven? Nou, het was eigenlijk het hele weekend. Ik had het een paar weken geleden al bij Even Tot Hier met Woe en Van der Laan, wat ik een fantastisch programma vind. Ja. Maar die hadden het al ergens in hun satire om de over de tap van iets aan te geven. Iets was kanker. Mm-hmm. Ik weet niet meer precies welk woord dat was. Toen kwam van de week Arjan Lubach. Die dat stukje had ik inderdaad gezien. Ja. Ik schrok ook even op, zo, van de bak. Ik had even zo'n schrik. Hij liet hem zien dat hij kankerrijk was. Ja. Dat ik, hè? Arjan Lubach, en denk je toch denk ik, oh, nou, weet je, superrijk had ook best gekund, hoor, met een Haags accent. En het zat in Keizersvrouwen. Nou, je hoorde natuurlijk in de spreekoren op de tribune bij FC Den Bosch tegen Excelsior. Ja. Waar ook nog racisme bij kwam kijken. Maar ook daar zat het K-woord weer voor. Dat ik echt dacht, het lijkt wel of het inderdaad gewoon steeds gewoner is. Nou ja, en dan schrijf ik daar een column over. Nu sluit je wel je column af met de woorden van, ja, misschien omdat kanker wel steeds vaker wordt genezen. Hè, heb ik het dan misschien mis? Moeten we er inmiddels wel mee kunnen schelden, zeg maar? Nou ja, je zoekt naar, ik zocht naar een soort oplossing. En ook naar een soort verklaring in mijn eigen omgeving van waarom jongeren dat steeds vaker roepen. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, zij groeien op in een tijd waarin kanker niet meer per se dodelijk is. En dat is positief. En dat was natuurlijk voorheen ook zo met andere scheldwoorden als tering en tyfus en nou ja, de noem pest, maar op. Ja, waar we ook mee schelden. En dat schijnt ook typisch Nederlands te zijn, dat we graag met ziektes schelden. Oh, ja? Ook zo. Ja, gek. In België en Duitsland niet, maar in Nederland schelden we graag met ziektes. En ik snap het ook wel, want het is natuurlijk twee keer een K, dus je kan er goed kracht mee zetten. Maar ja, weet je, op de een of andere manier, als dat de verklaring is, dan nog vind ik het eigenlijk niet kunnen. Want je kwetst er zo ongelooflijk veel mensen mee. Ja, jij vindt het dus inderdaad niet kunnen. Ik denk meer mensen die tv kijken. Vind je niet dat omroepen moeten ingrijpen? Nou, ik had, als ik de directeur van de VPRO was, had ik wel even een mailtje gestuurd naar Arjen, denk ik. Van, joh, was dat nou echt nodig? Denk de volgende keer even na. Het is heel logisch dat wat er in de maatschappij gebeurt een vertaling krijgt op televisie. Dus in die zin kan ik het zelfs nog wel een beetje begrijpen. Maar ik vind wel dat je als programmamaker een soort voorbeeldfunctie hebt. En moet nadenken over, dit speelt misschien wel in de maatschappij, maar laat ik het woord nog even niet gebruiken. Want soms is het natuurlijk satire en doet iemand vanuit een soort personage. En laat zo wordt er soms gesproken. Ook om kijker te confronteren. Ja, om erover na te laten denken, laten we het zo positief noemen. En als je een dramaserie neemt als Keizersvrouw, zit een crimineel in, snap ik wel dat hij geen drommels roept zoals de baron vroeger deed. Maar er zijn nog wel wat andere dingen. Ja. Dan. Wat andere vormen. Waar ook een motie over is, het is over de villa. RTL nou weer direct met het uitzenden van de reality-serie. Van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou, als jij met mijn typisch die s'avonds naar de villa gaat kijken. Nee. Nee, ik had tot nu toe nog niet op mijn verlanglijstje staan te gaan kijken. Oké, wat is gebeurd? Nou, je ziet in bed een jongen over een meisje heen kruipen. En zij geeft ze dat niet wil. En vervolgens blijft hij toch tegen haar aan liggen. En meer van dat soort dingen doen. Het is een soort datingprogramma. Er zitten jongeren bij elkaar in huis. En er is heel veel drank. En dan maar hopen dat er wat gebeurt. Yeah. Programma's die we al heel lang en in alle vormen en maten. Yeah. En waarvan RTL vindt dat hij ze moet blijven uitzenden. Nou ja, dat is hun goed recht. Maar, ja, want wat vind jij daarvan? Dat Peter van der Voorst dat maar blijft uitzenden? Die programma's? Nou ja, ik ben ook niet zo'n groot fan van Temptation Island. Het is mijn persoonlijke mening en er is een markt voor. En iedereen die vindt dat hij daar wel van geniet, nou, die moet dat voelen. Maar het neemt vooral wel steeds extremere vormen aan. Want je hebt nou ook Act on the Beach. Ja. Daar zag ik toevallig laatst ook een fragment voorbij komen. Ja, ik kijk dit uiteraard uit professioneel ook. Net zoals mensen de roddelbladen kapperleggen. Nee, ik fascinerend. Maar je ziet ook wat op schermen gebeurt, namelijk die grote rol. Tuurlijk, dat zie je ook wel op tv. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat je mensen heel veel drank giet? Het dierlijke komt in ze naar hoofd. En dan gebeuren er dingen waar mensen ook spijt van krijgen. Ja. Het zijn misschien een paar mensen. Dat stinkt wel, vind ik. Tuurlijk, doet het ook. Maar aan de andere kant, op je man van 35, dan moet je ook nog weten dat nee is.
Dus ja, dat slaat het hele ding. Niemand soms wordt er letterlijk nee gezegd. Je ziet soms ook meisjes die niet om de jongens alle schuld geven, maar je ziet ook soms meisjes die veel dronken, die niet helemaal goed weten hoe of wat, die misschien een beetje gevoelens hebben voor de jongens. Sommigen weten ja, of die het moeilijk vinden om mee te zeggen of gewoon niet eens meer doorhebben wat er gebeurt. In Spanje bijvoorbeeld, dat is zo'n voorbeeld. Dat is echt, want die vrouw, dat meisje is echt ook. Maar wat ik vooral ook van je kan vinden van de villa, het wordt uitgezonden, het is niet verboden bij wet, dus prima. Maar dit heeft natuurlijk ook alweer consequenties. En Peter van der Vorst heeft de twee keer in korte tijd een programma van de buiten moeten halen. Waar hij blijkbaar van tevoren niet goed genoeg over nagedacht heeft. Of in ieder geval ook geen goede afspraken over heeft gemaakt. Hij zit er nog niet zo heel lang als programmadirecteur, maar dit begint wel een beetje een patroon te worden. En dit is niet heel goed voor zijn reputatie. Want we hebben de kist van Jan de Hoop, waarvan hij na één aflevering moest zeggen van jongens, dit kan niet. De villa, het spijt me, heeft hij ook al voor tijdig van de buis gehaald omdat hij nog tegen viel. Ja. Dit geeft nog niet heel veel vertrouwen in de toekomst. Ik vind ook absoluut dat hij van de buis gehaald, want het is echt grensoverschrijdend. Maar het gebeurt al wel langer bij die programma's. Waarom kan ik afvragen of hij nog moet willen? Het is ook wel weer goed dat hij nu per die grens haalt en niet al nog door laat gaan. Maar wat ik er dan wel weer opvallend aan vind, is dat ik gisteravond de berichtgeving kreeg voor dit programma. En dan zegt RTL, ja, we gaan toch een avond interview instellen naar hoe montage heeft kunnen halen. En dan denk ik, montage heeft kunnen halen, er zit nog een hele stap voor. Er zitten daar mensen te kijken naar die beelden en die in moeten grijpen. Die hadden daar naar binnen moeten gaan en zeggen, dit kan niet. Ik zou dat ook hebben gedaan, ja. En je vraagt je ook af, kijk, als het gaat om de montage, wat is er gebeurd? Wat onder de pet? Door het karpet geschoven wordt. Ja, weet je, dat zijn deze vormen van dingen voor ze heel vraag. En dan met een leuke voice-over erbij. Hè? Boom, boom in the room. En en dan ben je klaar. Goed, iets anders. Over enkele weken is het namelijk weer tijd voor de jaarlijkse comedy set. Na Gordon B en Johnny de Mol is het dit keer de beurt aan Ali B om compleet afgekant te worden. En Henry van Loon, Brace en Prem zal ik Link van Lang gaan geven. Laten we even terugblikken op een oude roast. Om te voorkomen dat dit hoopje antimaterie, deze opgedroogde roggel, over 5 jaar onze minister-president is. Lieve mensen, dit is ons baby Hitler. Ja, Angela, nu komen we even in een gebiedje, want nou zit een flink te lachen hierop. Ik heb ook een enorme zwak voor Peter Pannekoek, want die vind ik normaal echt heel erg leuk. Maar het wordt en ik vind hem ook de beste. Dat wordt kanker kan niet meer, maar hij schrijft Hitler. Nou ja, weet je wat ik... Iedereen komt onze satire. Mag er een hoop, vind ik altijd. Maar wat ik bij de roast heb, en iedereen moet ervan genieten die het heel erg leuk vindt, ik vind het altijd een beetje pijnlijk. Om er harde grappen worden gemaakt en mensen daar blijven lachen, maar wel met zo'n grimas op hun gezicht van, het is heel gezellig, ik moet nu lachen. En dan wordt het grappig gehaakt als moeder had geen Alzheimer, ze wil alleen maar jou vergeten en je moeder je in je gezicht moeder, geen abortus kon met de brein halen. Ja, weet je, dat vind ik helemaal niet zo. Voor mij hoeft het niet zo. Nee, dus het hoeft niet kwetsend wat jou betreft. Nee. Ali B, die wordt geroast. Dat is toch wel echt even iemand anders dan Gordon. Dat is toch onze eigen knuffel Marokkaan. Ja, ik vond dat de goede kandidaten misschien een beetje op zijn. Of althans, de echt goede kandidaten. Nou, nee, jij wil gewoon steeds niet. Dus nu denk ik, ik ben nog nooit gevraagd om geroast te worden. Maar niet om geroast te worden. Maar Peter en de Visa wil best een hele leuke zijn, denk ik dan, toch? Om te doen. Ja, Peter R. de Vries, dat zou wel de volgende zijn. Maar stel jij zou wel geroost worden. Wie verwacht jij dan dat er zitten om jou te roosten? Ze staan in de rij. Sowieso Britt Dekker. Britt Dekker, Gordon, Prem zou ook zomaar kunnen. Nee joh, ze staan in de hoe heet het, al die BN'ers die kunnen niet wachten, denk ik. Nee. Maar ik vind, de lijn, natuurlijk mag je iemand aanpakken op zichzelf. Maar hier worden ook heel vaak familie, kinderen, vriendinnen... bij gepark. Ik vind het gewoon nooit zo heel verheven. Nou, het gaat wel gewoon uitgezonden worden en wel op 17 december op Comedy Central. Ansja, dankjewel en tot volgende week. En dan nog het weer. Het blijft vandaag droog met wat bewolking en af en toe wat zon. Er waait een matige zuidoosterwind en het wordt ongeveer 9 graden. En wij zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow to go.
Vanavond dragen de jonge socialisten de huizenmarkt symbolisch naar het graf. Ze houden een stille tocht in Zwolle om zo de volkshuisvesting aan de kaak te stellen. Jesse Koops, voorzitter van de jonge socialisten van de PvdA. Ja, jullie hebben het over de dood van de volkshuisvesting. Is dat niet een beetje overdreven? Nee, dat denk ik niet. We hebben in Zwolle bijvoorbeeld, om even een voorbeeld te noemen, hebben we een hele hoop prachtige portiekwoningen die in de jaren 50 zijn gebouwd om iedereen een huis te kunnen geven. Maar diezelfde portiekwoningen, dat is prima wonen, maar die kosten nu zoveel geld. Bijvoorbeeld 1.000 euro per maand als je alle vaste lasten meeneemt, dat het eigenlijk niet meer toegankelijk is voor een heel groot deel van de bevolking. Ja, jullie pleiten er nu voor eigenlijk voor een terugkeer van de volkshuisvesting. Wat bedoelen jullie daar precies mee? We bedoelen daar precies mee dat wij willen dat iedereen kan wonen in Nederland. Dat iedereen ongeacht inkomen een huis kan hebben en kan wonen in de stad waar ze willen wonen. Nou ja, dat kun je doen door bijvoorbeeld terug te gaan naar volkshuisvesting. Gewoon erkennen, weet je, wij willen met z'n allen kunnen wonen. We willen met z'n allen ervoor zorgen dat we een huis boven ons hoofd, een dak boven ons hoofd hebben. En dan betekent dat ook dat je daar je handen voor uit de mouw moet steken en volkshuisvesting moet gaan bouwen. Ja, want die woningen die voor starters zijn bedoeld, die worden nu vaak weggekaapt door speculanten. Hoe willen jullie dit precies tegengaan? Nou, er zijn een hele hoop manieren waarop je dat kunt doen. We zijn geen politieke partij, we gaan niet de regering in, dus we hebben ook niet de specifieke oplossing helemaal ambtelijk getest voor handen. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een zelfbewoningsverplichting of iets dergelijks. Dat kan allemaal helpen. Ja, dus op die manier zou er een oplossing komen om jullie toch een woning te geven? Ja, bijvoorbeeld. Maar het is vooral een kwestie van prioriteiten. We moeten met z'n allen besluiten van, hey, wij gaan samen ervoor zorgen dat er genoeg huizen zijn voor iedereen. En ook voor jongeren en starters. Ja, ik kan het er niet anders dan mee eens zijn. Ik woon zelf in Amsterdam en daar reist het ook de pan uit. Het kan niet meer eigenlijk zo langer. Vreselijk. Ja, waar moet je nog naartoe? Zeker als je wat minder geld hebt en je bent een starter. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. Schrijver Erik van Lakerveld stapt zometeen in de voetsporen van de eerste Nederlandse wielrenner ooit, Pim Kiddelen. Ja, hij gaat zijn monsterrit uit 1885 van Rotterdam naar Leeuwarden ook afleggen. Maar dan andersom en op een iets andere fiets. Verslaggever Jelle Akerboom is bij Erik. Ja, Jelle, hij heeft er niet echt een hele warme dag voor uitgekozen. Nee hoor, het is goed koud hier in Leeuwarden. Ja, Friesland, hè, dat heet het niet voor niets. Had je geen lekkere warme lentedag uit kunnen kiezen? Nou, ik doe deze toch precies vandaag, omdat het 134 jaar geleden is dat Pim Kiddelen van Rotterdam naar Leeuwarden fietste. Ja, die deed het ook in november. Ja. Die startte op 21 november en finishte op 22 november. Ja, en we hoorden het net al, jij doet het andersom. Hè? Waarom doe je het andersom? Nou, ik rij op een andere fiets dan dat hij deed en met wat andere trainingsachtergrond dan hij deed. Dus ik voelde een beetje flauw om dan meteen het record, wat eigenlijk nog nooit officieel verbroken is, dan meteen aan Vlaarder te fietsen. En ik vind het mooier om dan het boek, wat ik ook bij me heb, mee te nemen vanuit hier naar Rotterdam, de plek waar hij vandaan komt. Ja, want Pim Kiddelen die deed het op een hoge bie, hè? Jij doet het echt op een mooie racefiets. Ja. Is dat niet een beetje flauwtjes? Maar het is eigenlijk helemaal in de geest van Pim, hè? Zoals je zou kunnen zeggen. Want hij was iemand die juist heel veel met moderne spullen bezig was. En in die tijd was de hoge bie en het ding waar hij op reed, ja, dat was het beste van het beste. Dus hij zou het ook heel raar hebben gevonden als iemand op dat moment bijvoorbeeld op een loopfiets zoiets zou hebben gedaan. Alleen maar omdat er iemand eerder ook op een loopfiets had gereden. Dus ja. Kiddelen was iemand om juist de modernste fietsen te gebruiken. Ja, dit is dus allemaal voor je boek, hè. Laat zien. De wonderwielenaar. Waarom moest dit boek er komen? Omdat hij de eerste Nederlandse wielerkampioen is en misschien ook wel de eerste wielerheld. Hier in Leeuwarden, toen hij aankwam, stonden duizenden mensen om hem op te wachten. Maar niemand kent hem eigenlijk meer. Omdat zijn carrière maar heel kort heeft geduurd. Na 2,5 jaar raakte hij een botsing met een rijtuig en kreeg een blessure waar hij niet meer vanaf kwam. Toen is hij heel snel vergeten. Jaap Ede kwam
binnen 10 jaar daarna, die weten mensen nog wel te herinneren. Ja. Dus dat is een beetje om hem aan de vergetelheid te ontrukken. En ook omdat hij toch door een Nederland ging wat heel bijzonder was. Dat stond, was volop in verandering. De industrialisatie, verandering in de maatschappij. En dat kon ik heel mooi aan die tocht ophangen. En hoe is jouw schema vandaag? Want jij gaat naar Rotterdam, naar de boekenpresentatie. Ja. Dus je moet wel op tijd aankomen. Ik moet exact om 7 uur aankomen. Dus ik heb iets meer dan 10 uur om dat te doen. En dat betekent dus ook, ik ga ook niet zo hard mogelijk rijden, want dan kom ik te vroeg. En, dus ik hou een beetje voor mijn doen een normaal tempo aan, 28 kilometer per uur. Dubbele van wat Pim deed. En dan moet het precies uitkomen. Ja, mooi toch nog. Tot slot nog een gewetensvraag. Want is dit dan allemaal echt puur ter promotie van dit mooie boek? Of is het ook een soort sportieve uitdaging? Nou, ik ben een fanatieke fietser. Ik rij ook wedstrijden, maar ik heb al jarenlang geen lange wegwedstrijden gereden, alleen tijdritten. Dus mijn langste tocht tot nu toe dit jaar was 150 kilometer. Nu moet er nog eens 100 bij. In een periode dat ik normaal helemaal niet zoveel fiets. Dus dit wordt voor mij een flinke uitdaging. Maar het is ook promotie voor het boek. Dat geef ik meteen toe. Maar ook dat is, lijkt op wat Pim deed. Want die tocht was ook bedoeld als promotie voor het wielrennen. Ja, nou, hartstikke goed. Erik, spring op je fiets. Want anders ga ik jouw schema helemaal in de war brengen. Om 7 uur aankomen in Rotterdam. Yes. En 8:30 hier vertrekken. Ik zeg... goede rit en succes. Ben ik ouderwets als ik een hekel heb aan het K-woord op tv? Dat was de vraag die Angela de Jong zich deze week hardop stelde. Het valt haar op dat er steeds vaker en makkelijker met kanker wordt gescholden op de buis. Nou, het lijkt wel alsof het steeds normaler straatbeeld wordt, terwijl het eigenlijk helemaal niet normaal is. Nou, ik vind het heel erg. Ik vind het gewoon dat het niet mag, ook niet kun. Mijn persoonlijke gedachte is dat er een sprake is van een algemene spraakverruwing. Als je een beetje respect hebt voor je medemens, dan gebruik je dat woord niet. Ja, Angela, wat denk jij als je deze reacties hoort? Nou, ze zijn het met me eens, maar alle mensen die je ziet, die zijn ook wel boven een bepaalde leeftijd. Ja, is het dan toch een generatieverschil? Weet je, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, dus ik weet het niet. Ik heb alleen 2 prepubers die op een gegeven moment thuis kwamen dit jaar en zeiden van... weet je wat zo gek is, mam? Ik hoor heel vaak dat ze schelden met kanker. En dan durven ze niet eens kanker te zeggen, want dan zeggen ze KKR bij mij. En ik heb geen doetjes hoor, die durven heus wel te vloeken en weet ik veel wat. Meer dan mijn lief is vaak. Maar... ja, weet je, en toen was er ook nog een vriendinnetje van hen op vakantie die zei van... ja, weet je, sorry jongens, maar kanker is het nieuwe kut. Excuus voor deze woorden ook overigens, want het zijn niet de woorden die normaal... Nee, dat snap ik inderdaad. En sindsdien let ik er wat meer op. En toen de laatste tijd valt het me op dat je het op televisie ook gewoon steeds meer hoort. En welk programma was dan voor jou de directe aanleiding om er een column over te schrijven? Nou, het was eigenlijk het hele weekend. Ik had het een paar weken geleden al bij Even Tot Hier met Woe en Van der Laan, wat ik een fantastisch programma vind. Ja. Maar die hadden het al ergens in hun satire zitten om de overtreffende trap van iets aan te geven. Iets was kanker. Mm-hmm. Ik weet niet meer precies welk woord dat was. Toen kwam van de week Arjan Lubach. Die Willem-Alexander naast is als Haagse Willy. Dat stukje had ik inderdaad gezien. Ja. Ik schrok ook even op zo van de bank. Ik had even zo'n schrik. Hij liet hem zeggen dat hij kankerrijk was. Ja. Dat ik dacht van, hè, Arjan Lubach? Ja, denkt hij toch de hele week over na, weet je? Superrijk had ook best gekund, hoor, met een Haagse accent. En het zat in Keizersvrouwen. Nou, je hoorde natuurlijk in de spreekoren op de tribune bij FC Den Bosch tegen Excelsior. Ja. Waar ook nog racisme bij kwam kijken. Maar ook daar zat het K-woord weer voor. Dat ik echt dacht, het lijkt wel of het inderdaad gewoon steeds gewoner is. Nou ja, en dan schrijf ik daar een column over. Nu sluit je wel je column af met de woorden van... ja, misschien omdat kanker wel steeds vaker wordt genezen... hè, heb ik het dan misschien mis? Moeten we er inmiddels wel mee kunnen schelden, zeg maar? Nou ja, je zoekt naar... Ik zocht naar een soort oplossing en ook naar een soort verklaring in mijn eigen omgeving van waarom jongeren dat steeds vaker roepen. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, zij groeien op in een tijd waarin kanker niet meer per se dodelijk is. En dat is positief. En dat was natuurlijk voorheen ook zo met andere scheldwoorden als tering en tyfus en nou ja, de noem pest, maar op. Ja, waar we ook mee schelden. En dat schijnt ook typisch Nederlands te zijn, dat we graag met ziektes schelden. Oh, ja? Ook zo. Ja, gek. In België en Duitsland niet, maar in Nederland schelden we graag met ziektes. En ik snap het ook wel, want het is natuurlijk 2 keer een K, dus je kan er goed kracht mee zetten. Maar ja, weet je, op de een of andere manier, als dat de verklaring is, dan nog vind ik het eigenlijk niet kunnen. Want je kwetst er zo ongelooflijk veel mensen mee. Ja, jij vindt het dus inderdaad niet kunnen. Ik denk meer mensen die tv kijken. Vind je niet dat omroepen moeten ingrijpen? Nou, als ik de directeur van de VPRO was, had ik wel even een mailtje gestuurd naar Arjen, denk ik. Van, joh, was dat nou echt nodig? Denk de volgende keer even na. Het is heel logisch dat wat er in de maatschappij gebeurt een vertaling krijgt op televisie. Dus in die zin
kan ik het zelfs nog wel een beetje begrijpen. Maar ik vind wel dat je als programmamaker een soort voorbeeldfunctie hebt. Ja. En moet nadenken over... Dit speelt misschien wel in de maatschappij, maar laat ik het woord nog even niet gebruiken. Want soms is het natuurlijk satire en doet iemand het vanuit een soort personage. En laat misschien maar hier dan was juist, een Haagse Willy. Ja, in Den Haag. Juist het beeld zien van zo wordt er soms gesproken. Ja. Ja. Juist misschien ook om de kijker te confronteren. Ja, om erover na te laten denken, laten we het zo positief noemen. En als je een dramaserie neemt als Keizersvrouw en daar zit een crimineel in, snap ik wel dat hij geen drommels roept zoals de baron vroeger deed. Drommels. Ja. Bij Bassie en Adriaan. Maar er zijn nog wel wat andere dingen, denk ik dan. Andere vormen. Waar ook emotie over is, dat is over de villa. RTL stopt namelijk per direct met het uitzenden van de realityserie vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou, Angela, jij lijkt me typisch iemand die s'avonds lekker de file gaat kijken. Nee, toch niet. Nee, ik had het tot nu toe nog niet op mijn verlanglijstje staan om te gaan kijken. Oké. Maar wat is er precies gebeurd? Nou, je ziet in bed een jongen over een meisje heen kruipen. En zij geeft aan dat ze dat niet wil. En vervolgens blijft hij toch tegen haar aan liggen en meer van dat soort dingen doen. Het is een soort datingprogramma. Hè? Er zitten jongeren bij elkaar in een huis en er is heel veel drank. En dan maar hopen dat er wat gebeurt. Ja. Programma's die we al heel lang kennen en in alle vormen en maten. Ja. En waarvan RTL vindt dat hij ze moet blijven uitzenden. Nou ja, dat is hun goed recht. Maar, ja, want wat vind jij daarvan? Dat Peter van der Vorst dat maar blijft uitzenden, die programma's? Nou ja, ik ben ook niet zo'n groot fan van Temptation Island. Maar dat is mijn persoonlijke mening. En er is een markt voor. En iedereen die vindt dat hij daar wel van geniet, nou ja, die moet dat vooral doen. Maar het neemt vooral wel steeds extremere vormen aan. Want je hebt nou ook Ex on the Beach. Ja. Daar zag ik toevallig laatst ook een fragment voorbij komen. Ja, ik kijk dit uiteraard uit professioneel oog. Net zoals mensen de roddelbladen alleen maar bij de kapper lezen. Ik vind het wel fascinerend. Het gaat heel erg over menselijk gedrag. Maar je ziet ook wat er achter de schermen gebeurt. Namelijk die drank. Die speelt een grote rol. Tuurlijk. Dat zie je ook wel op tv. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat je in mensen heel veel drank giet? Het dierlijke komt in ze naar boven. En dan gebeuren er dingen waar mensen ook spijt van krijgen. Ja. En dat zijn misschien kwetsbare mensen die eraan meedoen. En dat wringt wel, vind ik. Tuurlijk, dat doet het ook. Maar aan de andere kant, ook al heb je maar een IQ van 34... dan moet je ook nog weten dat nee is. Dus ja, maar dat is het hele ding. Niemand soms wordt er niet letterlijk nee gezegd. Want je ziet soms ook meisjes die niet om de jongens alle schuld geven, maar je ziet ook soms meisjes die veel hebben gedronken, die niet meer helemaal goed weten hoe of wat, die misschien een beetje gevoelens hebben voor de jongens. Sommigen weten of die het moeilijk vinden om nee te zeggen, of gewoon niet eens meer doorhebben wat er gebeurt. In Spanje nu bij Big Brother, dat is ook zo'n voorbeeld. Dat is echt dramatisch, want die vrouw, dat meisje is echt verkracht ook. Maar wat ik vooral ook van, je kan vinden van de villa wat je wil, het wordt uitgezonden, het is niet verboden bij wet, dus prima. Maar dit heeft natuurlijk ook alweer consequenties, want Peter van der Vorst heeft voor de tweede keer in korte tijd een programma van de buis moeten halen. Ja. Waar hij blijkbaar van tevoren niet goed genoeg over nagedacht heeft, of in ieder geval ook geen goede afspraken over heeft gemaakt. Hij zit er nog niet zo heel lang als programmadirecteur, maar dit begint wel een beetje een patroon te worden. En dit is niet heel goed voor zijn reputatie. Want we hebben de quiz van Jan de Hoop, waarvan hij na één aflevering moest zeggen van jongens, dit kan niet. Nu de villa. Het spijt me, heeft hij ook al voortijdig van de buis gehaald, omdat de kijkcijfers enorm tegenvielen. Ja. Dit geeft nog niet heel veel vertrouwen in de toekomst. Ik vind ook absoluut dat de villa van de buis moet worden gehaald, want het is echt grensoverschrijdend. Maar het gebeurt al wel langer bij die programma's. Daarom kun je je afvragen of je het nog moet willen. Het is ook wel weer goed dat hij nu per direct de grens stelt en dat niet alsnog door laat gaan. Maar wat ik er dan wel weer opvallend aan vind, is dan zat ik gisteravond de berichtgeving te lezen over dit programma. En dan zegt RTL, we gaan toch een diepgravend interview instellen naar hoe dit de montage heeft kunnen halen. En dan denk ik, de montage heeft kunnen halen. Er zit nog een hele stap voor. Er zitten daar mensen te kijken naar die beelden en die hadden in moeten grijpen. Die hadden daar naar binnen moeten stormen en zeggen, dit kan niet. Ik zou dat ook hebben gedaan, En je vraagt je ook af, kijk, als het gaat om de montage, wat is er dan nog meer gebeurd? Wat onder de pet of onder het carpet geschoven wordt? Ja, weet je, dit zijn door deze formulering roepen ze heel veel vragen op. En dan met zo'n leuke voice-over erbij, boom, boom in the room en dan ben je klaar. Goed, iets anders. Over enkele weken is het namelijk weer tijd voor de jaarlijkse Comedy Central Roast. Na Gordon, Giel Beelen en Johnny de Mol is het dit keer de beurt aan Ali B om compleet afgebrand te worden. En Henry van Loon, Brace en Prem zijn het die Ali B er flink van langs gaan geven. Laten we even terugblikken op een oude roast. Ik ben hier
om te voorkomen dat dit hoopje antimaterie, deze opgedroogde roggel, over 5 jaar onze minister-president is. Lieve mensen, dit is ons baby Hitler. Ja, Angela, nu komen we even in een gebiedje, want nou zit een flink te lachen hierop. Ja, ik heb een enorme zwak voor Peter Pannekoek, want die vind ik normaal echt heel erg leuk. Maar het wordt en kanker, ik vind het best. Dat woord kanker kan niet meer, maar hij scheldt nu met Hitler. Nou ja, weet je wat ik... iedereen in de context van satire mag er een hoop, vind ik altijd. Maar wat ik bij de roast heb, en iedereen moet ervan genieten die het heel erg leuk vindt, ik vind het altijd een beetje pijnlijk. Omdat er onwijs harde grappen worden gemaakt en mensen daar maar blijven lachen, van, maar wel met zo'n grimas op hun gezicht van... het is heel gezellig, ik moet nu lachen, want de camera staat al... En dan worden de grappen gemaakt als je moeder had geen Alzheimer, ze wilde alleen maar jou vergeten. En je hebt die pukkels op die putten in je gezicht, omdat je moeder geen abortus kon met de breinhaal. Ja, weet je, dat vind ik allemaal niet zo. Voor mij hoeft het niet zo. Nee, dus het hoeft niet kwetsend wat jou betreft. Nee. Ali B, die wordt geroast. Dat is toch wel echt even iemand anders dan Gordon. Dat is toch onze eigen knuffel Marokkaan. Ja, ik heb het idee dat de goede kandidaten misschien een beetje op zijn. Of althans, de echt goede kandidaten. Oh nee, jij wil gewoon steeds niet. Dus nu denk ik, ik ben nog nooit gevraagd om geroost te worden. Oh nee? Te worden. Maar Peter R. de Vries zou bijvoorbeeld best een hele leuke zijn, denk ik dan, toch? Om te doen. Ja, Peter R. de Vries, dat zou wel de volgende zijn. Maar stel jij zou wel geroost worden. Wie verwacht jij dan dat er zitten staan om jou in de rij. Roosten? Ze staan in de rij. Sowieso, Britt Dekker. Britt Dekker, Gordon, Jensen. Prem zou ook zomaar kunnen. Nee joh, ze staan in de hoe heet het, al die BN'ers die kunnen niet wachten, denk ik. Nee. Maar ik vind de lijn, je mag iemand aanpakken op zichzelf. Maar hier worden ook heel vaak familie, kinderen, vriendinnen bij gepark. Ik vind het gewoon nooit zo heel erg verheven. Nou, het gaat wel gewoon uitgezonden worden en wel op 17 december op Comedy Central. Angela, dankjewel en tot volgende week. En dan nog het weer. Het blijft vandaag droog met wat bewolking en af en toe wat zon. Er waait een matige zuidoosterwind en het wordt ongeveer 9 graden. En wij zijn er tot 9:30 met de ochtendshow to go. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow to go. Vanavond dragen de jonge socialisten de huizenmarkt symbolisch naar het graf. Ze houden een stille tocht in Zwolle om zo de volkshuisvesting aan de kaak te stellen. Jesse Koops, voorzitter van de jonge socialisten van de PvdA. Ja, jullie hebben het over de dood van de volkshuisvesting. Is dat niet een beetje overdreven? Nee, dat denk ik niet. We hebben in Zwolle bijvoorbeeld, om even een voorbeeld te noemen, hebben we een hele hoop prachtige portiekwoningen die in de jaren 50 zijn gebouwd om iedereen een huis te kunnen geven. Maar diezelfde portiekwoningen, dat is prima wonen, maar die kosten nu zoveel geld. Bijvoorbeeld 1.000 euro per maand als je alle vaste lasten meeneemt, dat het eigenlijk niet meer toegankelijk is voor een heel groot deel van de bevolking. Ja, jullie pleiten er nu voor eigenlijk voor een terugkeer van de volkshuisvesting. Wat bedoelen jullie daar precies mee? We bedoelen er precies mee dat wij willen dat iedereen kan wonen in Nederland. Dat iedereen ongeacht inkomen een huis kan hebben en kan wonen in de stad waar ze willen wonen. Dat kun je doen door bijvoorbeeld terug te gaan naar volkshuisvesting. Gewoon erkennen, weet je, wij willen met z'n allen kunnen wonen. We willen met z'n allen ervoor zorgen dat we een huis boven ons hoofd, een dak boven ons hoofd hebben en dan... Betekent dat ook dat je daar je handen voor uit de mouw moet steken en volkshuisvesting moet gaan bouwen? Ja, want die woningen die voor starters zijn bedoeld, die worden nu vaak weggekaapt door speculanten. Hoe willen jullie dit precies tegengaan? Nou, er zijn een hele hoop manieren waarop je dat kunt doen. We zijn geen politieke partij, we gaan niet de regering in, dus we hebben ook niet de specifieke oplossing helemaal ambtelijk getest voor handen. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een zelfbewoningsverplichting of iets dergelijks. Dat kan allemaal helpen. Ja, dus op die manier zou er een oplossing komen om jullie toch een woning te geven? Ja, bijvoorbeeld. Maar het is vooral een kwestie van prioriteiten. We moeten met z'n allen besluiten van, hey, wij gaan samen ervoor zorgen dat er genoeg huizen zijn voor iedereen. En ook voor jongeren en starters.
Ja, ik kan het er niet anders dan mee eens zijn. Ik woon zelf in Amsterdam en daar reist het ook de pan uit. Het kan niet meer eigenlijk zo langer. Vreselijk. Ja, waar moet je nog naartoe? Zeker als je wat minder geld hebt en je bent een starter. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. Schrijver Erik van Lakerveld stapt zometeen in de voetsporen van de eerste Nederlandse wielrenner ooit, Pim Kiddelen. Ja, hij gaat zijn monsterrit uit 1885 van Rotterdam naar Leeuwarden ook afleggen. Maar dan andersom en op een iets andere fiets. Verslaggever Jelle Akerboom is bij Erik. Ja, Jelle, hij heeft er niet echt een hele warme dag voor uitgekozen. Nee hoor, het is goed koud hier in Leeuwarden. Ja, Friesland, hè, dat heet het niet voor niets. Had je geen lekkere warme lentedag uit kunnen kiezen? Nou, ik doe deze toch precies vandaag, omdat het 134 jaar geleden is dat Pim Kiddelen van Rotterdam naar Leeuwarden fietste. Ja, die deed het ook in november. Ja. Die startte op 21 november en finishte op 22 november. Ja, en we hoorden het net al, jij doet het andersom. Hè? Waarom doe je het andersom? Nou, ik rij op een andere fiets dan wat hij deed en met wat andere trainingsachtergrond dan hij deed. Dus ik voelde een beetje flauw om dan meteen het record, wat eigenlijk nog nooit officieel verbroken is, dan meteen aan Vlaarder te fietsen. En ik vind het mooier om dan het boek, wat ik ook bij me heb, mee te nemen vanuit hier naar Rotterdam, de plek waar hij vandaan komt. Ja, want Pim Kiddelen die deed het op een hoge bi, hè? Jij doet het echt op een mooie racefiets. Ja. Is dat niet een beetje flauwtjes? Maar het is eigenlijk helemaal in de geest van Pim, hè? Zoals je zou kunnen zeggen. Want hij was iemand die juist heel veel met moderne spullen bezig was. En in die tijd was de hoge bi en het ding waar hij op reed, ja, dat was het beste van het beste. Dus hij zou het ook heel raar hebben gevonden als iemand op dat moment bijvoorbeeld op een loopfiets zoiets zou hebben gedaan. Alleen maar omdat er iemand eerder ook op een loopfiets had gereden. Dus ja. Kiddelen was iemand om juist de modernste fietsen te gebruiken. Ja, dit is dus allemaal voor je boek, hè. Laat zien. De wonderwielenaar. Waarom moest dit boek er komen? Omdat hij de eerste Nederlandse wielerkampioen is en misschien ook wel de eerste wielerheld. Hier in Leeuwarden, toen hij aankwam, stonden duizenden mensen om hem op te wachten. Maar niemand kent hem eigenlijk meer. Omdat zijn carrière maar heel kort heeft geduurd. Na 2,5 jaar raakte hij een botsing met een rijtuig en kreeg een blessure waar hij niet meer vanaf kwam. En toen is hij heel snel vergeten. Jaap Ede kwam binnen 10 jaar daarna. Die weten mensen nog wel te herinneren. Ja. Dus dat is een beetje om hem aan de vergetelheid te ontrukken. En ook omdat hij toch door een Nederland ging wat heel bijzonder was. Dat was volop in verandering. De industrialisatie, de verandering in de maatschappij. En dat kon ik heel mooi aan die tocht ophangen. En hoe is jouw schema vandaag? Want jij gaat naar Rotterdam, naar de boekenpresentatie. Ja. Dus je moet wel op tijd aankomen. Ik moet exact om 7 uur aankomen. Dus ik heb iets meer dan 10 uur om dat te doen. En dat betekent dus ook, ik ga ook niet zo hard mogelijk rijden, want dan kom ik te vroeg. Dus ik hou een beetje voor mijn doen een normaal tempo aan. 28 kilometer per uur, dubbele van wat Pim deed. En dan moet het precies uitkomen. Ja, mooi toch nog. Tot slot nog een gewetensvraag. Want is dit dan allemaal echt puur ter promotie van dit mooie boek? Of is het ook een soort sportieve uitdaging? Nou, ik ben een fanatieke fietser. Ik rij ook wedstrijden, maar ik heb al jarenlang geen lange wegwedstrijden gereden. Alleen tijdritten. Dus mijn langste tocht tot nu toe dit jaar was 150 kilometer. Nu moet er nog eens 100 bij. In een periode dat ik normaal helemaal niet zoveel fiets. Dus dit wordt voor mij een flinke uitdaging. Maar het is ook promotie voor het boek. Dat geef ik meteen toe. Maar ook dat lijkt op wat Pim deed. Want die tocht was ook bedoeld als promotie voor het wielrennen. Ja, nou, hartstikke goed. Erik, spring op je fiets. Want anders ga ik jouw schema helemaal in de war brengen. Om 7 uur aankomen in Rotterdam. Yes. En 8:30 hier vertrekken. Ik zeg goede rit en succes. Ben ik ouderwets als ik een hekel heb aan het K-woord op tv? Dat was de vraag die Angela de Jong zich deze week hardop stelde. Het valt haar op dat er steeds vaker en makkelijker met kanker wordt gescholden op de buis. Nou, het lijkt wel alsof het steeds normaler straatbeeld wordt, terwijl het eigenlijk helemaal niet normaal is. Ja, ik vind het heel erg. Ik vind het gewoon dat het niet mag, ook niet kan. Mijn persoonlijke gedachte is dat er een sprake is van een algemene spraakverruwing. Als je een beetje respect hebt voor je medemens, dan gebruik je dat woord niet. Ja, Angela, wat denk jij als je deze reacties hoort? Nou, ze zijn het met me eens. Maar alle mensen die je ziet, die zijn ook wel boven een bepaalde leeftijd. Ja, is het dan toch een generatieverschil? Weet je, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, dus ik weet het niet. Ik heb alleen twee
prepubers die op een gegeven moment thuis kwamen dit jaar en zeiden van, weet je wat zo gek is, mam? Ik hoor heel vaak dat ze schelden met kanker. En dan durven ze niet eens kanker te zeggen, want dan zeggen ze KKR bij mij. En ik heb geen doetjes hoor, die durven heus wel te vloeken en weet ik veel wat. Meer dan mijn lief is vaak. Maar ja, weet je, en toen was er ook nog een vriendinnetje van hen op vakantie die zei van, ja, weet je, sorry jongens, maar kanker is het nieuwe kut. Excuus voor deze woorden ook overigens, want het zijn niet de woorden die normaal te spreken. Nee, dat snap ik inderdaad. En sindsdien let ik er wat meer op. En toen de laatste tijd valt het me op dat je het op televisie ook gewoon steeds meer hoort. En welk programma was dan voor jou de directe aanleiding om er een column over te schrijven? Nou, het was eigenlijk het hele weekend. Ik had het een paar weken geleden al bij Even Tot Hier met Woer en Van der Laan, wat ik een fantastisch programma vind. Ja. Maar die hadden het al ergens in hun satire zitten om de overtreffende trap van iets aan te geven. Iets was kanker. Mm-hmm. Ik weet niet meer precies welk woord dat was. Toen kwam van de week Arjan Lubach. Die Willem-Alexander naast is als Haagse Willy. Dat stukje had ik inderdaad gezien. Ja. Ik schrok ook even op zo van de bank. Ik had even zo'n schrik. Hij liet hem zeggen dat hij kankerrijk was. Ja. Dat ik dacht van, hè? Arjan Lubach? Je denkt hier toch de hele week over na, weet je? Superrijk had ook best gekund, hoor, met een Haagse accent. En het zat in Keizersvrouwen. Nou, je hoorde natuurlijk in de spreekoren op de tribune bij FC Den Bosch tegen Excelsior. Ja. Waar ook nog racisme bij kwam kijken. Maar ook daar zat het K-woord weer voor. Dat ik echt dacht, het lijkt wel of het inderdaad gewoon steeds gewoner is. Nou ja, en dan schrijf ik daar een column over. Nu sluit je wel je column af met de woorden van, ja, misschien omdat kanker wel steeds vaker wordt genezen. Hè, heb ik het dan misschien mis? Moeten we er inmiddels wel mee kunnen schelden, zeg maar? Nou ja, je zoekt naar, ik zocht naar een soort oplossing. En ook naar een soort verklaring in mijn eigen omgeving van waarom jongeren dat steeds vaker roepen. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, zij groeien op in een tijd waarin kanker niet meer per se dodelijk is. En dat is positief. En dat was natuurlijk voorheen ook zo met andere scheldwoorden als tering en tyfus en nou ja, de noem pest, maar op. Ja. Ja, waar we ook mee schelden. En dat schijnt ook typisch Nederlands te zijn, dat we graag met ziektes schelden. Oh ja? Ook zo. Ja, gek. In België en Duitsland niet, maar in Nederland schelden we graag met ziektes. En ik snap het ook wel, want het is natuurlijk twee keer een K, dus je kan er goed kracht mee zetten. Maar ja, weet je, op de een of andere manier, als dat de verklaring is, dan nog vind ik het eigenlijk niet kunnen. Want je kwetst er zo ongelooflijk veel mensen mee. Ja, jij vindt het dus inderdaad niet kunnen. Ik denk meer mensen die tv kijken. Vind je niet dat omroepen moeten ingrijpen? Nou, als ik de directeur van de VPRO was, had ik wel even een mailtje gestuurd naar Arjen, denk ik. Van, joh, was dat nou echt nodig? Denk volgende keer even na. Het is heel logisch dat wat er in de maatschappij gebeurt een vertaling krijgt op televisie. Dus in die zin kan ik het zelfs nog wel een beetje begrijpen. Maar ik vind wel dat je als programmamaker een soort voorbeeldfunctie hebt en moet nadenken over, dit speelt misschien wel in de maatschappij, maar laat ik het woord nog even niet gebruiken. Want soms is het natuurlijk satire en doet iemand het vanuit een soort personage. En laat misschien dan juist, Haagse Willy, laat juist het beeld zien van, nou ja, zo wordt er soms gesproken. Ja. Ja. Juist misschien ook om de kijker te confronteren. Ja, om erover na te laten denken, laten we het zo positief noemen. En als je een dramaserie neemt als Keizersvrouw en daar zit een crimineel in, snap ik wel dat hij geen drommels roept zoals de baron vroeger deed. Drommels. Ja. Bij Bassie en Adriaan. Maar er zijn nog wel wat andere dingen, denk ik dan. Andere vormen. Waar ook emotie over is, dat is over de villa. RTL stopt namelijk per direct met het uitzenden van de realityserie vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou, Angela, jij lijkt me typisch iemand die s'avonds lekker de file gaat kijken. Nee, toch niet. Nee, ik had het tot nu toe nog niet op mijn verlanglijstje staan om te gaan kijken. Oké, maar wat is er precies gebeurd? Nou, je ziet in bed een jongen over een meisje heen kruipen. En zij geeft aan dat ze dat niet wil. En vervolgens blijft hij toch tegen haar aan liggen en meer van dat soort dingen doen. Het is een soort datingprogramma. Hè? Er zitten jongeren bij elkaar in een huis en er is heel veel drank. En dan maar hopen dat er wat gebeurt. Ja. Programma's die we al heel lang kennen en in alle vormen en maten. Ja. En waarvan RTL vindt dat hij ze moet blijven uitzenden. Nou ja, dat is hun goed recht. Maar, ja, want wat vind jij daarvan, dat Peter van der Vorst dat maar blijft uitzenden, die programma's? Nou ja, ik ben ook niet zo'n groot fan van Temptation Island. Maar dat is mijn persoonlijke mening. En er is een markt voor. En iedereen die vindt dat hij daar wel van geniet, nou ja, die moet dat vooral doen. Maar, het neemt vooral wel steeds extremere vormen aan. Want je hebt nou ook Ex on the Beach. Ja. Daar zag ik toevallig laatst ook een fragment voorbij komen. Ja, ik kijk dit uiteraard uit professioneel ook. Net zoals mensen de roddelbladen alleen maar bij de kapper lezen. Ik vind het wel fascinerend. Het gaat heel erg over menselijk gedrag. Maar je ziet ook wat er achter de schermen gebeurt. Namelijk die drank. Die speelt een grote rol. Dat zie je ook wel op tv. Maar wat gebeurt er nou op het moment dat je in mensen heel veel drank giet? Het dierlijke komt in ze naar boven. En dan gebeuren er dingen waar
mensen ook spijt van krijgen. Ja. En dat zijn misschien kwetsbare mensen die eraan meedoen. En dat wringt wel, vind ik. Tuurlijk, dat doet het ook. Maar aan de andere kant, ook al heb je maar een IQ van 34... dan moet je ook nog weten dat nee, nee is. Dus ja, maar dat is het hele ding. Soms wordt er niet letterlijk nee gezegd. Want je ziet soms ook meisjes die niet om de jongens alle schuld geven, maar je ziet ook soms meisjes die veel hebben gedronken, die niet meer helemaal goed weten hoe of wat, die misschien een beetje gevoelens hebben voor de jongens. Sommigen weten of die het moeilijk vinden om nee te zeggen, of gewoon niet eens meer doorhebben wat er gebeurt. In Spanje nu bij Big Brother, dat is ook zo'n voorbeeld. Dat is echt dramatisch, want die vrouwen, dat meisje is echt verkracht ook. Maar wat ik vooral ook van, je kan vinden van de villa wat je wil. Het wordt uitgezonden, het is niet verboden bij wet, dus prima. Maar dit heeft natuurlijk ook alweer consequenties. Want Peter van der Vorst heeft voor de tweede keer in korte tijd een programma van de buis moeten halen. Ja. Waar hij blijkbaar van tevoren niet goed genoeg over nagedacht heeft. Of in ieder geval ook geen goede afspraken over heeft gemaakt. Hij zit er nog niet zo heel lang als programmadirecteur. Maar dit begint wel een beetje een patroon te worden. En dit is niet heel goed voor zijn reputatie. Want we hebben de quiz van Jan de Hoop, waarvan hij na één aflevering moest zeggen van jongens, dit kan niet. Nu de villa. Het spijt me, heeft hij ook al voortijdig van de buis gehaald, omdat de kijkcijfers enorm tegenvielen. Ja. Dit is niet heel. Dit geeft nog niet heel veel vertrouwen in de toekomst. Ik vind ook absoluut dat de villa van de buis moet worden gehaald, want het is echt grensoverschrijdend. Maar het gebeurt al wel langer bij die programma's. Daarom kun je je afvragen of je het nog moet willen. Het is ook wel weer goed dat hij nu per direct de grens stelt en dat niet alsnog door laat gaan. Maar wat ik er dan wel weer opvallend aan vind, is dan zat ik gisteravond de berichtgeving te lezen over dit programma. En dan zegt RTL, we gaan toch een diepgravend interview instellen naar hoe dit de montage heeft kunnen halen. En dan denk ik, de montage heeft kunnen halen. Er zit nog een hele stap voor. Er zitten daar mensen te kijken naar die beelden en die hadden in moeten grijpen. Die hadden daar naar binnen moeten stormen en zeggen, dit kan niet. Ik zou dat ook hebben gedaan, En je vraagt je ook af, kijk, als het gaat om de montage, wat is er dan nog meer gebeurd? Wat onder de pet of onder het carpet geschoven wordt? Ja, weet je, dit zijn door deze formulering roepen ze heel veel vragen op. En dan met zo'n leuke voice-over erbij, boom, boom in the room en dan ben je klaar. Goed, iets anders. Over enkele weken is het namelijk weer tijd voor de jaarlijkse Comedy Central Roast. Na Gordon, Giel Beelen en Johnny de Mol is het dit keer de beurt aan Ali B om compleet afgebrand te worden. En Henry van Loon, Brace en Prem zijn het die Ali B er flink van langs gaan geven. Laten we even terugblikken op een oude roast. Ik ben hier om te voorkomen dat dit hoopje antimaterie, deze opgedroogde roggel, over 5 jaar onze minister-president is. Lieve mensen, dit is ons baby Hitler. Ja, Angela, nu komen we even in een gebiedje, want nou zit een flink te lachen hierop. Ik heb ook enorm zwak voor Peter Pannenkoek, want die vind ik normaal echt heel erg leuk. Maar het wordt en ik vind hem ook de beste. Dat woord kanker kan niet meer, maar hij schuilt nu met Hitler. Nou ja, weet je wat ik... iedereen in de context van satire mag er een hoop, vind ik altijd. Maar wat ik bij de roast heb, en iedereen moet ervan genieten die het heel erg leuk vindt, ik vind het altijd een beetje pijnlijk. Omdat er onwijs harde grappen worden gemaakt en mensen daar maar blijven lachen, van, maar wel met zo'n grimas op hun gezicht van... het is heel gezellig, ik moet nu lachen, want de camera staat al... En dan worden er grappen gemaakt als je moeder had geen Alzheimer, ze wilde alleen maar jou vergeten. En je hebt die pukkels op die putten in je gezicht, omdat je moeder geen abortus kon met de breinhaal. Ja, weet je, dat vind ik allemaal niet zo. Voor mij hoeft het niet zo. Nee, dus het hoeft niet kwetsend wat jou betreft. Nee. Ali B, die wordt geroast. Dat is toch wel echt even iemand anders dan Gordon. Dat is toch onze eigen knuffel Marokkaan. Ja, ik heb het idee dat dat de goede kandidaten misschien een beetje op zijn. Of althans, de echt goede kandidaten. Oh nee, jij wil gewoon steeds niet. Dus nu denk ik, ik ben nog nooit gevraagd om geroost te worden. Oh nee? Te worden. Maar Peter R. de Vries zou bijvoorbeeld best een hele leuke zijn, denk ik dan, toch? Om te doen. Ja, Peter R. de Vries, dat zou wel de volgende zijn. Maar stel jij zou wel geroost worden. Wie verwacht jij dan dat er zitten om jou te roosten? Ze staan in de rij. Sowieso Prit Dekker. Prit Dekker, Gordon, Jensen. Prem zou ook zomaar kunnen. Nee joh, ze staan in de hoe heet het, al die BN'ers die kunnen niet wachten, denk ik. Nee. Maar ik vind, de lijn, natuurlijk mag je iemand aanpakken op zichzelf. Maar hier worden ook heel vaak familie, kinderen, vriendinnen... Ik vind het gewoon nooit zo heel erg verheven. Nou, het gaat wel gewoon uitgezonden worden. En wel op 17 december op Comedy Central. Anja, dankjewel en tot volgende week. En dan nog het weer. Het blijft vandaag droog met wat bewolking en af en toe wat zon. Er waait een matige zuidoosterwind en het wordt ongeveer 9 graden. En
wij zijn er tot 9:30 met de ochtendshow te komen.